Een hele goede dag allemaal en welkom bij weer een nieuwe GTA 5 Online stream. We gaan vandaag weer heel veel races racen, maar ook heel veel verschillende races racen. Dus ga ervoor zitten, pak wat eten, pak wat drinken, ga even naar het toilet, zodat je het niet tijdens de stream hoeft te doen. En dan gaan wij in enkele ogenblikken beginnen. Dus ram die like knop, drop die hype in de chat. En welkom bij weer een nieuwe livestream. Een hele goede dag allemaal. Ik hoop dat alles goed gaat. We zijn weer live met een nieuwe livestream. Er staan weer heel veel races voor ons klaar. En welkom, welkom, welkom. Laat even weten in de chat, jongens, hoe het met jullie gaat. Laat even weten dat je erbij bent. En we gaan er weer een gezellige paar uur van maken hier op de... dinsdagavond. Ik moest oprecht even kijken, want ik wist niet welke dag het was. Hey Brent, welkom bij de stream. Robin, welkom bij de stream. Jelt, welkom bij de stream. Jonas, welkom bij de stream. Damien, welkom bij de stream. Extreme Boy, welkom bij de stream. The one and only Ginger, welkom bij de stream. Savannah met Sanne, welkom bij de stream. Brent, welkom bij de stream. Jesse Kok, welkom bij de stream. Jochem, welkom bij de stream. Jordi, welkom bij de stream. Damien, welkom bij de stream. Jan, hallo naamgenoot, welkom bij de stream. Jelte, welkom bij de stream. Ron, welkom bij de stream. Puls, Noah, welkom bij de stream. Zegt Joey Raskin, met mij gaat het goed en met jou. Met mij gaat hij ook lekker. Ik had vanmiddag een klein beetje hoofdpijn, maar we zijn weer live. We hebben er weer zin in. En het is iets aan de late kant, maar... ik was eigenlijk van plan om vandaag een video te gaan editen. Maar moet je toch eens even horen. Wij hebben heel veel race-sessies opgenomen. En gisteren heb ik alle race-sessies in mijn edit-programma gegooid. Ging ik nakijken welke ik kon verwijderen en welke ik nog moest editen. En heb ik... per ongeluk de verkeerde verwijderd. Oftewel, er zijn een paar race-sessies verwijderd. Die gaan nooit meer het daglicht zien. die ga ik nooit meer kunnen zien. Die gaan jullie nooit meer kunnen zien. Want ik heb de verkeerde verwijderd. Dus ja, dat is wel zonde. Nu waren het wel leuke races. Dus we kunnen eventueel die races nog in een livestream gaan doen. Of we kunnen ze nog een keer gaan opnemen. Maar weet je, ik heb meer dan 5 of meer dan 1000 races in mijn boekmark staan. Dus ja, we hebben nog zoveel leuke races om te gaan racen. Maar het is wel zonde, want het waren serieus leuke video's. Maar weet je, kan gebeuren. We hebben nog wel een co-op race staan. We hebben nog 2 andere race sessies staan. We gaan binnenkort ook weer nieuwe race sessies opnemen. Dus die komen ook weer online. De Crew Motorsport komt nog online. Farming Simulator komt nog online. Call of Duty komt nog online. Nieuwe Let's Play komt nog online. Goede Doelstream aankomende zaterdag om 1400 uur. Oftewel 2 uur 's middags komt online. Dus zet het even in je agenda alsjeblieft als je erbij wil zijn. En weet je, er komen nog genoeg video's aan. Maar ik dacht, in plaats van dat ik iets ga proberen te editen wat ik per ongeluk heb verwijderd, kunnen we net zo goed even een paar uur live gaan. Dus vandaar dat we ook op dit moment live zijn. Dus, allemaal, welkom bij de stream. Ik hoop dat jullie er allemaal zin in hebben. En mocht je mee willen spelen, we spelen op de PlayStation 4 versie van GTA 5 Online. Dus join eventjes de rest van die opnamecrew. Wacht op een invite. Dan kom je in een sessie als je een invite krijgt. En dan kan je mee racen. Er is plek voor 30 mensen in totaal. Genoeg mensen die erbij kunnen komen. En voor iedereen zijn er gelijk kansen. Als je maar op de PlayStation 4 versie speelt. Ik ben nu aan het studeren voor anorganische chemie. Maar de lijstje van jou kan ik niet laten liggen. En je kan ook een kwartiertje leren, kwartiertje kijken. Kwartiertje leren, kwartiertje kijken. Dat is echt serieus handig. Want dan onthoud je het veel sneller. In plaats van dat je een uur lang gaat leren. Al goed afwisselen. Ik deed vroeger altijd als ik echt moest leren. Gewoon een paar potjes Call of Duty spelen. Half uurtje, even een kwartiertje leren. Weer even een half uurtje spelen, kwartiertje leren. Dan onthoud je het namelijk vele malen beter. Dus vandaar. Maar, we gaan even switchen naar
GTA 5, want daar is die dan. En de eerste race wordt een moeilijke race, dus ik... Oh nee. Eigenlijk mag ik niet een DNF halen in de eerste race, maar ik heb zo'n gevoel dat het wel gaat gebeuren. We gaan er maar op een manier achterkomen. De eerste race is meteen de moeilijke, maar ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Ik ga ook eventjes de rest unmuten, want voor nu speelt Raymond mee, oftewel Fruitjong, en speelt Guido mee, oftewel Saxop. Misschien dat er nog andere mensen van de crew later joinen. Maar dat is even afwachten of ze überhaupt kunnen. Want ja, sommigen moeten ook weer werken, anderen hebben schoolwerk, anderen die zijn misschien aan het feesten. Dus ja, als er anderen van de crew komen, dan horen jullie die vanzelf praten. Maar ik zal eens even de rest unmuten. Hoppatee. Goedendag. Hallo. Oh, meteen komt de... meteen komt de eend eraan. Oké. Ik moet even snel opnieuw GTA opstarten. Ja, dat zou ik wel doen, want je staat bij mij niet online. En de sessie stroomt redelijk snel vol, kan ik je zeggen. Ik zat per ongeluk op de GTA 5 PlayStation 5 versie. Oh, nice. Ja, dan, dan kan ik je niet in feite, man. Kunnen we het wel proberen, maar dat gaat hem niet worden. Zo. Ja, er kunnen andere mensen joinen omdat we in een open sessie zitten. Maar dan wachten we heel veel tot Raymond er is. En dan ga ik de crew in feite. Mees, die had al een 3 euro donatie achtergelaten. Dus dankjewel Mees voor jouw support. En hij zegt erbij, hello. Hey, goedendag Mees. Geniet lekker van de stream. Dankjewel voor je 3 euro donatie. En ik zie je wel in de chat voorbij komen. Dankjewel. Denk je dat er binnenkort nog een Far Cry gaat uitkomen? Er is een leak geweest dat er een nieuwe Far Cry in de maak is. Ook al met de naam erbij. Ik kan het niet meer opbrengen. Maar als die leak waar is, dan komt er inderdaad weer een nieuwe Far Cry aan. Dus dat is even afwachten. Bij welk nummer waren ze gebleven? 6 was de laatste. Dit wordt 7. Ja, dat kan meer. Ja, gaat snel hoor. Het is dat ze bij Call of Duty niet na te doortellen. Hè? Want anders zijn ze dan nu al bij Call of Duty... Wacht, 1, 2, 3, 4... Dat is nu 2023. 23 min 7. Jij bent wiskundedocent, Guido, is? 23 min 7, dat is 16. Goed zo, jongen. Ja, ik moest je even testen, hoor. Is 16, oftewel 16 plus 3 is 19. Anders waren ze nu dit jaar bij Call of Duty 19 of Call of Duty 20. Als ze door zouden tellen, hè. Niet dat ze steeds andere namen verzinnen. Als ze door zouden tellen. Dus dat is echt bizar. En de sessie start automatisch. Nice! Nou, maakt niet uit. Oh. Nee, dan moeten we deze race even doen en dan zal ik daarna even de crew in feite en jou in feite, Raymond. Jaro Wezenmaal, die had toch een 99 cent sticker achtergelaten en een 1 euro sticker achtergelaten. Dus dankjewel voor je support, jongen. Geniet jou ook lekker van de stream, Jaro. Dankjewel voor je support en I appreciate it, my friend. Mocht je bij de way nog willen doneren, aankomende zaterdag gaan we live voor een goed doel. Dus als je nou heel eventjes je centjes in je portemonnee houdt en ze verplaatst naar zaterdag, dan gaat het rechtstreeks naar het goede doel. Dus dat is eventjes een tipje voor deze avond. Maar Jaro, die heeft niet geluisterd. Nee, ik was te laat vertellen. Want die heeft nog een 2 euro supertext achtergelaten. Die zegt, hey Jan, hoe gaat het met je? Met mij gaat het lekker, Jaro. Ik hoop ook met jou, bro. En zoals ik al zei, geniet lekker van de stream. Dankjewel voor je support, Jaro. Dankjewel. Er komt wel een nieuwe Farming Simulator uit. Nee, er komt een nieuwe versie van dezelfde Farming Simulator uit. Met wortels, een nieuwe map en nieuwe voertuigen. Houd wel je scherm heel. Ja, als je de short op mijn kanaal nog niet hebt gezien, Liam die heeft zijn scherm kapot gegooid. En dat is dus uit de video die ik per ongeluk heb verwijderd. Oftewel, ik heb de gameplay er niet meer bij. De short is alles wat we hebben. Ja, de short en de TikTok is alles wat we nog hebben. Ja, die short was leuk. Dankjewel, Daisy Delano. Ja, alle credits gaan naar Liam, want hij gooit zijn scherm kapot, niet wij. En ik denk ook dat hij vast zit, of niet? Ja, bij mij waren nog heel veel mensen aan het joinen. Dus dadelijk denk ik dat het hele scherm een beetje groen wordt van de mensen. Echt? Bij mij staat alleen dat de mensen in les zijn. Ik hoor iets! Want ik hoor iets klikken in GTA. Ja! Maat, ik wilde het echt... Ik wilde het net opgeven, nou, hè. Zijn sessie zit echt helemaal vol. Ja. Oké, ik weet niet hoe dat kan, maar ik maak zo meteen wel even een nieuwe aan. Ja, dat zag ik even niet aankomen. Dat het zo snel zou gaan. Yo, Robert Stokkel. Welkom ook bij de stream, jongen. Welkom. Yo, Musty. Ook welkom bij de stream. Hoe was jouw dag, bro? Was wel relaxed. Wakker geworden, zo je uitgelaten.
Toen zijn we naar Almere gegaan, want ik was op zoek naar Pokémon 151 kaarten. Maar zowel de Toadchamp als de Intertoys als een andere speelgoedwinkel was overal uitverkocht. Dus ik heb ze nu uiteindelijk online besteld. Maar ik heb nog wel twee nieuwe truien gescoord. Eentje voor Halloween en eentje die was gewoon cool. Nice. Ja. En voor de rest nog wat YouTube gekeken. En toen was mijn plan om te gaan editen, maar toen had ik er geen zin meer in omdat ik per ongeluk die video's had verwijderd. Dus dacht ik, nou ja, dan gaan we lekker livestreamen. Zo simpel is het. Het is wel weer even inkomen, want we hebben volgens mij al weer een tijdje geen GTA gespeeld. Oh, je kan kijken, wat? Yo. Waarom zijn die checkpoints zo raar? Bro, ik werd helemaal afgeleid. Die checkpoint zat echt vaag daar, joh. Oké, die moeten we even onthouden. Het leek even alsof je twee kanten op kon, maar... Ja, ik dacht dus ook dat je naar rechts moest. Maar ja, je moest eigenlijk gewoon de weg volgen. Dat was gewoon een checkpoint om je af te leiden. Ja, daarom moet je nooit vooraan liggen, hè, want dan gaat het fout. Ja, het is wel een moeilijk begin dit, hoor. Ja, oké. Okay. Ja, naar boven. Succes! Ik zit nu al te laag. Ik dacht, ik stuur heel rustig naar boven. Maar dat lukte niet. We zijn in de stream, bro. Hey, wij ook, bro. Welkom. Echt, als ik een soort race niet goed kan, dan zijn het dit soort races. Die nou, dit is dit juist een goede oefening als inkomrace. Ja, ja. Ik kan je zeggen, het is ook nog heen en weer. Oh nee, dit is echt geen makkelijk. Hij gaat ver door. Wow, yo, wie's idee was dit? Heeft die playlist gemaakt? Nee, maat! Nee, dit... Nee! Oké, ik... Ik zet hem weg. Nee, weet je hoe ver deze is? Ah, oh, nee, we zijn helemaal niet ingelezen. We hebben die game al gewoon, denk 2 weken niet aangeraakt. Oh, dit meen je niet. Raymond, die heb gewoon expres de verkeerde versie opgestart. Nee. Omdat hij wist dat deze race ging komen. Ja, nu ik het zo is, hier ben ik toch wel even blij dat ik niet meedoe. Oh, ik ben weer op het hek! Oh, blijf er nou op! Nee, ik heb een randje! Oh, dit meen je niet. Zou je hem kunnen cheaten? Weet je, ik moet Rijs een rol overnemen, hè, want die kan de komende tijd niet meedoen. Want die heeft namelijk geen internet, dus ik moet nu even voor Rijn kijken of je hem kan cheaten. Nou, volgens mij ken ik deze race en die kun je volgens mij inderdaad cheaten. Als je die checkpoint erachter hebt, kun je volgens mij gewoon terug. Ja, maar ik moet op een of andere manier gewoon weer op die muur... Oh, nee. Oh, iemand heeft hem hier! Nee, laat maar! Ik zag hem gaan, maar hij faalde precies waar ik stond, jongen. Oh. Ja, maar dit... Ik dacht, dit is een klein moeilijk race, maar dit is echt... Niet normaal. Ja, er zijn ook al heel veel mensen... Oh, er zijn ook al heel veel mensen geliefd, die durft het gewoon niet meer. Nou ja, yo, Toon. Heel de concentratie op. Ja, in de eerste race, hè? Hey, Nick race mee. Yo, Nick, jongen. Dat is ook lang geleden. Oké, ik zit op de stunt. Ik zit nog steeds op de stunt. Ik kan je zeggen dat ik niet meer op de stunt zit. Oh, dat hek. Daar word je door naar beneden gepoeld. Maar je... Ja, dat is tricky, de hek. Het is... Oh, het is heen, dan heb je die bocht en dan is het terug en dan heb je... Oké. Ik ben al over de helft dan. Ja. Ja, dan heb je dat kleine jumpje nog. En ja, dat kleine jumpje en dan moet je hem nog terug doen. Ja. Nou, op zich... Nou ja. Voor een eerste race... Nee, ik ben aan het vliegen. Gaat hij nog redelijk soep, maar van dat hek naar die walrijd, dat is echt tricky, man. Je bent de beste, dankjewel, Wietse. Ik ben één keer op dat hek geweest. En nou gaat hij weer. Oh, ik kom elke keer op dat hek. Alleen daarna kom ik er niet meer op. Als ik er daarna op kom, dan hou ik hem denk ik wel vast. Maar, oké, nu kom ik niet eens verder dan 2 meter. Daar gaan we niet over hebben. Daar gaan we het niet over hebben. Ik zie dat Jesse Kok hem alweer gehaald heeft. Echt? Ja, die is aan het zweten. Ja, maar Jesse is ook goed, hoor. Behalve toen hij meedeed in de opnames, want hij was zenuwachtig. Jesse heeft 1 keer in de video meegedaan. Hij is echt een goede racer, maar het lukte hem niet omdat hij zenuwachtig was toen. Dat is eigenlijk wel schattig. Ja, hij had toch ook geprobeerd remglitchen, maar dat hij de... Ja, hij was per ongeluk geracequit.
Oh nee, die bocht! Oh, bij die... Wacht, volgens mij kan ik nu gewoon naar de checkpoint rijden. Bij die bocht... Word je naar boven gepoeld. Oftewel, ik vloog er overheen, maar volgens mij zit de checkpoint gewoon waar we begonnen. Ik zie het hem niet hoor, jongens. Dit zien jullie niet, dit knippen we gewoon uit. Alternatieve route, hè? Ja. Nee, ja, dit is toch hoe die moet, of niet? La la la. Zo, mooie kijk, route. Dit is hoe die moet. Ik weet niet waarom hier vangdeel staat, want het is niet echt... Ik ben gelept door Jesse. Ja, ik ook. Ik zit ook in het beeld staan. Oh, je maatje kan hem keihard cheaten. Ik pak nu gewoon die checkpoint. Bling! Ik heb hem gehaald! Hey chat, let's go! We hebben hem! Zie je wel, deze race is echt makkelijk, man. Ik heb gewoon heen en weer gereden op die muren, hè? Ja, ja. Geloof ik niks van. Doen we dat? Okay. Ja, ja. Hoezo geloof je dit niet? Nou. Geloven jullie me wel, chat? Ik geloof mezelf ook niet, maar als de chat me gelooft, dan vind ik... Dan vind ik het helemaal mooi. Nee, oké, ronde 2 ga ik hem helemaal proberen. Ja, één keer legit halen. Dit was het verkenningsrondje, hè? Dan mag je even kijken naar alternatieve routes. Dat hoort erbij. Iemand in de chat, niet cheaten, Jan. Heb ik niet gedaan. Nee. Oké, dan moet ik even kijken naar die rare checkpoint. Want... Oh, je kan ook gewoon zo rijden. Ja, maar dat werkt toch niet? Nou, we rijden door. Nice. Hoppa, kijk de chat. Ik geloof je. Thanks. Hey, zie je, jullie hebben mijn back. Als ik ooit in een benarde situatie zit, ik bel jullie op chat. Dan weet ik dat jullie altijd het goede antwoord geven. Dat is mooi. Oké, ik ben er alweer. Maar dat houdt wel in dat Jess al... Oh nee, Jess rijdt hier. Oké. Als ik hem nu in één keer haal... Wajo. Eerste stuk hebben we. Ja, ik was echt ver, maar ook weer van het hek terug de walrijd op. Ja, maar die bocht is moeilijk, want dan word je gewoon naar boven getrokken. Oh, iemand... Jesse haalt me in op de walrijd. Wat is dit dan? Oh, hij gaat ernaast. Je gaat te snel, Jesse. Oh. Kan ik concentreren? Ik ben op de terugweg. Nee! Oh, dan kom je mij dadelijk tegen. Nee! Kan ik weer het hek op of niet? Nee, die bosjes staan in de weg. Nee, ik hoef alleen nog terug. Nee, oké, ik kan hem daar niet cheaten. Bro! Bijna in één keer gewoon. Ojojoj. Het is de eerste race, Jos. We zijn echt net begonnen. En we doen ook meteen de moeilijkste race van de dag. Dus dat komt mooi uit. Nee! Waar was je? Ik was helemaal terug. Ik was omgedraaid, zeg maar. Ja? En net voor die allerlaatste switch. Nice! Ja, ik rij nou gewoon naar checkpoint toe. Het is goed. Ja, dat denk ik net ook. Dat is goed met deze race. Nee, ik ging te laag. Ik kreeg hem niet meer naar boven. Oh, ik had een pilletje moeten nemen. Nee. Hey, jij vindt het cheater, Guido. Ik zie het wel. Helemaal niet. Wel. Alternatieve route. Ja, oké, fair enough. Je hebt één vrijkaartje, hè? Raymond heeft die van helemaal gebruikt door de race gewoon helemaal te skippen. Ja, Jesse rijdt terug. En dan is hij de eerste die gaat finishen. Oh, ik ga weer te hoog. Ik zou ook komen. Nee! Vijfde. Die bocht, jongen! Wajo! Yo, Thibaut. Wil je meedoen, Thibaut? Dan moet je het even laten weten, man. Er zit geen face-to-face in de playlist, maar... Als wij in de livestream de 300.000 likes halen, dan wil ik best een face-to-face doen, hoor. Wat is toch een goede deal? Dat halen we toch? Kom op, jongens. Even liken, jongens. 300.000 likes en we doen een face-to-face. Ja, in theorie met bijna 800.000 abonnees zou het moeten lukken, toch? Oeh. Ik ben op de terugweg. Ik ga er weer in. Nee! Bro! Dit meen je toch niet? Oh, ik ga gewoon naar die checkpoint rijden. Ik ben klaar met die race. Nou, kijk, ik doe hem nog één keer. Waar was je nou? Nee, dat was zo dom, man. Oh, ik was bijna. Ik was net dus op precies diezelfde plek als ik rijd. Echt? Ja, maar dan aan dan je weet dat je er bijna bent, dus je denkt... Oh, en dan ga, ja, en oké, nu rijd ik er meteen naast gewoon. Nu rijd ik er instant naast. Ja, ik ook. Lijkt het eerst leuk om non-contact uit te zetten met Race met Kijks? Jazeker.
We kunnen zeker een keer contact aanzetten, oftewel no contact, no. Sorry, nee, dan moest ik lachen. Oh. Ik moest lachen om mezelf, hè. Dat is wel echt erg. Maar dat kan zeker weten, dat doen we af en toe ook. Zeker, dan kunnen mensen lekker beuken als ze dat willen. Ja, een leuke okay. Banger races. En volgens mij zitten jullie er wat tussen. Moeten we even opletten dat we contact aanzetten. Ja. Dat zou ook leuk in een Halloween thema, een banger race. Oeh. Ja, je hebt nog even dus... tot Halloween, dus. Ja, maar ik heb al een Halloween race gemaakt, dus even oproep naar alle andere creators. Wajo, ik ben weer op de terugweg. Goedenavond. Goedenavond, wacht heel even, Timo. Hey Jan. Wajo, ik heb hem! Yes! Ik heb hem legit, bro. Lekker, man. Wajo, dit is voor de eerste race is dit echt niet makkelijk, hoor. Dat is omdat ik gejoined ben, hè? Ik kreeg meteen conference. Dankjewel, Timo, dankjewel. Ja, graag gedaan. Hoe gaat-ie met je? Goed, hè, maar ja? Ja, lekker, man. Eindelijk klaar met alles voor school en zo en voor de goed gekeken. Bezig. Kan je nog lekker, even genieten van je avondje? Ja, precies. Ja, hoort er allemaal bij, toch? Ja, zeker. Hoe gaat het met Liam's beeldscherm? Liam die had meteen toen ik kapot had gegooid een nieuwe gekocht. Dus hij heeft alweer een nieuw scherm. Dus de volgende keer kan hij gewoon weer meedoen nu. Dan wacht ik even kijken wat er in die sessie gebeurt. Anders kan ik zo meteen Raymond en Thibaut meteen even inviten. We spelen op de PlayStation 4, Thibaut. Ja, ik zit al op de PlayStation 4, Thibaut. Oh, nee. Je had het niet eens door. Nathan, die had nog een 1 euro donatie achtergelaten. Dus dankjewel Nathan voor je support. En het is groetjes uit België. Hey. Groetjes terug naar België, man. Dankjewel, Nathan, voor je support. En geniet lekker van de stream, bro. PyroBoy20, die had nog een 2 euro supertanks achtergelaten. En hij zegt, ik heb nog een foto van ons uit 2018 Zena Trophy. Dat is lang geleden, man. Ja, helaas is er geen Zena Trophy meer geweest. Want anders was ik er echt wel weer aanwezig. Maar, awesome. Shout-out naar jou, bro. En veel plezier, 31ste. Wel van genieten, toch? Dit weekend Gameforce. Ja, voor jullie wel, hè? Oh, ja. Ja, in België. Ik ben bij België er niet bij. In Nederland, als het goed is wel. Dat is nog even tussen... tussen tekens. Tussen haakjes. Ja, maar de tussen haakjes klopt ook niet. Dat wou ik het niet zeggen. Nee, hoor. We gaan het hier niet meer over hebben. Wacht, Raymond. Ik heb Timo geen fight, ik heb Raymond ook geen fight. Oh, ja, Timo zit er al in. Oké, dan ga ik de crew in fighten, jongens. Oh, er kunnen maar 16 man in de sessie. Oh, dan moet ik ze dan even één race verwijderen. Oké, laten we deze race even doen. Dan maak ik hierna even een nieuwe playlist, dat er wel 30 mensen mee kunnen doen. Want er klopt iets dus niet helemaal. Dan zit er ergens een Transform race in of zo. Is dit een race met de nieuwe XA21, de XA12? Ja, de race heet XA12. deze man, die heeft 100% zeker een spelfout gemaakt, of een typfout gemaakt. In plaats van XA21, XA12. Ja, of je krijgt de XA21, je moet een heel stuk achteruit rijden. Oh, nee, maar dan had hij de XA ook anders om moeten zetten. En dan was het echt een gemiste kans. Dan was het AX. Ja. AX 12. Oh nee, 12 acties dan. Kan je Thibaut laten zingen? Ik denk niet dat Thibaut gaat zingen. Nou, ja, mij toch wel. Niet, want... Wat willen jullie horen? Last Christmas. Ik weet al die songtekst niet helemaal goed van buiten, maar... Hoe last ken je de kerstnummer niet? Oh, hij gaat al. I give you my heart, but the very next day... You take it away. Je gave it away, bro! Of you gave it. Ik ken die tekst niet. Nice! Oh, ik heb geen XA21 gepakt. Oh, wat is heb dit? Heb je een moeilijke race gekozen? Waar span je? Ik span in een lantaarnpaal. Jan? Ja? Oh. Oh, we gaan eens even kijken of we deze race kunnen halen. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb ook geen... Misschien dat dit een race is die ik eigenlijk in de onmogelijke serie wilde doen. Maar we
kunnen hem wel proberen. Oh, dit is zo met vooruit vliegen zeker. Ja, ja punt nee, vooruit. Ja. Ik ben aan het stuiteren en ik heb de eerste checkpoint. Let's go, ik heb hem al gehaald. Ja, dit is 100% zeker een race uit de onmogelijke race-serie. Maar we kunnen hem gewoon proberen, chat. Willen jullie dat we hem proberen of niet? De chat mag bepalen. Oh, hij nee. Ziet er wel leuk uit. Oh, nee! Succes! Ja, de chat. Als de chat niet wil, dan kunnen we een andere race starten. Maar ik heb hier eigenlijk wel zin in. Gewoon een moeilijke race in de stream. Dan kunnen jullie de struggles zien hiervan. Oh, hoe ga je... Wacht. We hebben allebei geen X21, hè? We hebben een Osiris. Ja, maar ik weet niet waar je naartoe moet ook. Je moet volgens mij naar boven. Wacht, ik volg Jessen even. Ja, ik heb inderdaad een Osiris, maar op zich moet hij wel haalbaar zijn, hoor. Vandaag ook, ik liep zo in mijn tuin. En opeens, het was volle zon en het was echt warm, hè. Opeens hoor ik... I don't want a lot for Christmas. Bro, ik serieus, volgende keer als ik in de auto zit, zet ik kerstmuziek op. Ja, ik dacht echt zo, het is ja, begin oktober bijna. En nu al kerstmuziek. Maar waar moeten we naartoe? Weet iemand waar we naartoe moeten? Ik haalde een stuk mijn vooruitvliegen niet eens. Zoals ik kijk, heb gewoon je punt vooruit, dat is alles wat je hoeft te doen. Maar waar moet je heen? Ja, dat weet ik dus. Ik weet niet waar we naartoe moeten. Volgens mij moet je met hoger beginnen daar. En dan door, steeds door die dingen ja, een stukje omhoog. Goed verhaal. ik weet echt niet waar ik heen moet. Oh, je moet helemaal naar boven schuin ertussen. Ja, maar... Ja, maar dit kan ik niet eens halen. Nee, maar, ik weet niet van mijn skillniveau. Je kunt toch ook een paar dingen omhoog en dan even recht rijden en dan daarna... Nee, want als je recht rijdt, dan ga je er automatisch naast, hè? Oh, wel? Oh, je moet ook volle vaart. Je moet volle vaart, anders haal je helemaal niet. Je moet volle vaart. Oh nee, flashlight zit in de chat. Ik vraag waar moeten we naartoe. Komt hij aan in de chat? Naar de checkpoint. Thanks flashlight, dat wisten we nog niet, bro. Zelfs in de chat word je getrokken. Ik kwam al hoger, maar... Niet hoog genoeg. Oh, dit is echt moeilijk, man. Nee. Oh. Met de X21 kun je dan niet halen of zo met die punten? Juist wel. Deze race is juist gemaakt voor X21. Ja, maar ik ga veel te traag. Ik kom niet eens tot aan de remschijf. Oh, er zit ook nog een buis in. Oh, nee. Ja, je kan op een gegeven moment wel Royce blijven rijden. Aan het begin niet. Je moet eerst even een stukje omhoog. Ik haal dat eerste stuk niet eens. Oh, ik ging... Oh, dit is echt... Ik denk dat ik in first person moet zetten, want anders weet ik... Anders kan je dit niet zien. Oké, wacht. Nee, first person... Oh, ik heb niet de hoodcam aan. Ja, maar nu zie ik helemaal niks. Ja. Zit ik achter mijn stuur te kijken? Oh, nee. Wacht, hier recht naar boven. Volg jou gewoon. Oh, nee. Ja, daar moet je er tussendoor. Maar ik, als ik weet waar ik... Als je weet hoe die verder gaat, wat volgens mij stoppen op een gegeven moment die dingen, hè? Ja, dan krijg je zo'n... Als die spikes stoppen, dan kan je gewoon doorrijden, maar... Oh. Ja, maar echt. Oh, nee. Ik weet niet of dit een heel slim idee gaat worden. Wajo. Ik haal de eerste stuk niet eens. Gewoon punt helemaal naar onder, hè? Ja, dat doe ik. Maar de helft van de tijd ga ik niet eens hard genoeg komen. Ik kom er ook niet tussendoor. Zullen we een andere race doen? Deze echt, deze ja. die gaat gewoon een uur duren, man. Ja, ik vind het goed. Ja. Oké, geef me nog één poging. Dit zou ik anders ook nog. Je hebt ook de Osiris, dus hij is echt bijna onmogelijk voor dit soort races. Oeh, ik kwam redelijk hoog. Ik kwam serieus hoger nu, maar... Ik skip heel die rood-witte rempen bij die remschijf hier. Ik land in één keer op het grijze. Nice. Het ding is dat je niet goed kan zien waar je naar... Ja, je kan het niet goed zien, man. Dat is echt niet te doen. Ik ga een andere race doen. We moeten sowieso de playlist opnieuw starten. Nee, deze race gaat echt een uur duren. Waarschijnlijk was het ook deze race die daarvoor zorgde, hè? Voor die 16 man. Maar ja. hij is wel te doen, deze race. Sowieso had ik de verkeerde auto, dat ten eerste. Maar je kan niet goed zien als je naar boven rijdt waar je naar boven moet rijden. Als hij die spike later had gedaan, dan is hij... makkelijk te doen. Want nu rij je eigenlijk naar boven zonder dat je ziet. En dan moet je geluk hebben dat je precies de eerste er tussendoor gaat. Want je kan ook niet remmen, want dan val je automatisch naar beneden. Nee, deze... GG, goeie race. Volgende keer beter. Ja. Oh, ik had hem net gehaald. Ik had net een check. Ah, wat jammer nou.
Oh. Ja, ja die was toepasselijk. Ja, die was toepasselijk. Nee, deze race gaan we vergeten. Hier gaan we het niet over hebben. We hebben al een moeilijke race gedaan. Hè? We hoeven er niet twee te doen. Laat me even de playlist aanpassen. Ja. Een uur. Ja, deze race die we net probeerden, die gaat sowieso, als we hem proberen, een uur duren. Even kijken, zijn de rest van de race 30 man? Ja, oké. Okay, de rest van de race zijn 30 man. Let's go. Nice. Hoeveel Funkenpop heb je? Te veel. Nee, ik heb hier op mijn kamer, heb ik. Jurassic World. Ik heb een Halo. Ik heb alle Pokémon's. Ik heb Aliens. Ik heb Marvel Zombies. Ik heb Avatar. Harry Potter. Toy Story. Despicable Me. Post Malone. En McDonald's. die had ik laatst besteld. Ik heb ook McDonald's Funko Pops. Ja, die vond ik wel leuk. Oké, ik zal jullie even inviten, jongens. Kunnen jullie er weer bij? Thibaut. Ja. Raymond. En Guido. Moet je even zeggen als jullie me hebben, dan invite ik daarna de rest. Ja, ja. Ik ben aan het joinen. Laat het Jurassic World zien. Zal ik hem even pakken? Wacht. Ja, uno momento! Dit is een uno momento. Raar! Oh, verkeerd Tom. Shit. Raar! Bro, dat was echt een faal. Ik deed verkeerd om, ouwe. Oké, crewmembers jullie krijgen een invite. We moeten toch heel veel wachten tot die sessie vol zit. Kan ik hem weer even terugzetten. Crewmembers. Hop. Even snel even invite. Ik hoor jullie even niet hoor. Even snel even invite sturen. Oh ja. DJ Draak. Je krijgt een invite, jongen. Mr. Luiaard is de creator. Oké, zo. Oh, weer met 16 man. Ik weet niet, die playlisten die doen het niet, denk ik. Oh, wat? Op twee. Ik heb serieus de playlist gecheckt. Er waren alleen maar races van 30 man. Maar alsnog kunnen er maar 16 in. Oh, dat is raar. Ja. Die snap ik ook niet. Maar ja, dan in feite we zo meteen gewoon weer nieuw, joh. Maakt ook niet uit. Ik start hem gewoon. Er is nog een plekje voor één, maar dan komt vanzelf gevuld. Ja, mensen kunnen altijd... Wat zei je? Ja, mensen kunnen altijd via pauzemenu, gewoon via cruise, kunnen ze dus altijd joinen. Altijd ja, plekken. Ja, als er plekje is, ja. We spelen op de PlayStation 4 versie. Oh. Even kijken hoor, want we hadden nog twee donaties ontvangen. Want Sec Gaming NL, die had nog een 6 euro supertanks achtergelaten. Dus thanks voor je support. Hij is 6. Hij is 6 voor jou. Hij zegt, fijn streampje kijken vanuit mijn werk. Veel plezier, gozer. Hey, dankjewel, Sec Gaming NL. Succes met werken, bro. En ik weet niet wat voor werk die doet. Ik wou wat leuk zeggen, maar... Yeah, buddy! Wait! Goed bezig. Ja, thanks. Hey, dankjewel, Sec Gaming, voor je support, man. Superbart, die had ook nog een 6 euro supertext afgelaten. Zegt, je bent weer live, dus je weet wat dit betekent. Broodje saté komt op de tv. Ja, hij is elke streamer zit erbij met dezelfde donatie. Hey, dankjewel, Superbart. Goed dat je er weer bij bent, jongen. Geniet ook van de stream. En dankjewel voor natuurlijk je extra support. En oh, joh, die paal die had hij afgeschermd, zag je dat? Die kan je niet heel ver rijden, kan ik je zeggen. Ja. Had er een blokje voor gezet. Ja, en alsnog was ik er bijna. Oh, ik zit naar mijn chat te kijken. Oh, ik ben weg aan naar links, play. Jongens. Ben jij dat die groene daar, of niet? Ik ben... Oeh, look daar! Gaat goed. Maar het is mooi grijs. Oh, is het grijs? Oh, ik dacht het groen was. Oh, ja. maakt niet uit. Oh, hij werkt in de beveiliging. Ey. Collega van Raymond. Nee, ik wou wat grappig zeggen, maar ik kom er niet op. Hey, succes bro! Yeah, buddy! Okay. Gewoon dankzij jou voel ik me veel veiliger, knipoog. Kijk. Je moet niet met mijn kijker gaan flirten, hè bro. Nou. Oh, ik sta ook ver achter. Dat was erop hoor, Thibaut wil wel een bodyguard. We spelen op de PlayStation, bro. Oh. Ik ben benieuwd wanneer de stunt komt. Wacht, waarschijnlijk nu. Ik heb niks gezegd. Pas op. Er crasht al iemand, zag je dat? Uh-oh. Ah, dit is ook...
Nee, dat is twee breed. Net iets breder, ja. Okay. Oh, ik ga te ver naar boven, maar wacht, is dit de hele stunt? Oh, pas op voor de landing! Op het dakkie! Oké, dat is op z'n... Oh, er komt nog meer aan! Oké, het was het dus nog niet. Wow, joh, er crashen veel mensen daar, jongen, met die flip! Ja, jongens, rijd er tegen het muurtje aan. Aan de... Ja, dat zou ik niet doen. Oh, op het einde een beetje omhoog. Nee, maakt niet uit. Niet omhoog sturen. En, ja, luister niet naar mij. Helemaal geflipt. Oh, en dan is het... Ik miste die flip ook. Je moet tegen dat muurtje pakken. Oh, die tweede flip is wel vet, man. Ja, je moet oppassen, hoor. Het zijn een beetje oude props die gebruikt. Nice. Pas op. Oké, ik ben in lap 2. Daar gaan we. Nog een rondje. Oh. Ik kwam er bijna naast. En nou ga ik niet hard genoeg. Meen je deze? Als GT... Oh, ik zit maar op chat te kijken. Hij is zo dravijn in. Als GTA 6 uitkomt, ga je die dan spelen? Nee joh, gaan we niet doen. We wachten er al 5 jaar op, ik heb het opgegeven. We gaan hem ook niet meer spelen hoor. Nee. Wel in GTA 7. Nee, natuurlijk. Als die uitkomt, gaan we hem helemaal kapot spelen. Ik denk dat we dan helemaal losgaan. Oh, ja, wanneer dat is, maar net de vraag. We komen onze kamers niet meer af. Ja, ik moet de hond uitlazen, ik zou wel moeten. Je kan hem trouwens ook cheaten, hè? Jongen. Maar ja, je kan hem cheaten, alleen... Ja, oh, je staat maar 9 seconden om me achter, wat? Ja. Heb je die hele stunt gecheat? Ja, dus hij zit te lachen, je sowieso. Hoe heb je gecheat dan? Omrijden. Oh, ja, maar gaat dat heel veel sneller of niet? Ik denk het niet. Nee, 7e. Ja, oké. Ja, oké, maar als je hem haalt, gaat volgens mij de stunt gewoon echt veel sneller. Ja. Dus, nou, daar gaan we nu achterkomen. Hoe ver ligt Raymond op mij achter? 1 minuut 14. Ja, hij ging echt wel bijna sneller, ja, hoor. Ja. Oké, dan ga ik de stunt normaal halen en dan ga ik kijken hoe ver je dan achter staat, ja? Dus jij gaat hem sowieso weer cheaten, want anders kan je hem niet halen, dus... Ja, weet je, we kunnen er wel mee gaan draaien, maar dat is gewoon zo. Hij strook gewoon mee eens, hè? Oké, ik ben er weer. Nou, dan moet ik hem wel zelf halen. Als ik hem nu zelf faal, dan is het ook wel een faal, maar... We gaan erachter komen. Oké, ik ben er weer in het eerste gedeelte. Ik zag nog iemand die hem terug ging rijden. Die gaat dan Raymond doen, denk ik. Ja, het is wel leuk dat je op die catwalk moet landen. Dat is wel al leuk bedacht. Ja. Hop, langs de wasruimte. Over de wal rijdt. Ja, er zit daar een laundry, voor de mensen die het niet weten. Wajo. Zo, ik ging er bijna naast. Oh, ik ben niet op aan het letten. Ik heb een rondje! Nee! Waar moet ik nu beginnen? Wel op die catwalk, volgens mij. Oh, Raymond hier. Ja, op die catwalk. Oh ja, want ik zou opeens daar... Hey, Raymond! Nee. Waarom ben je daar? Nou ja, misschien dat je cheat manier nu wel sneller gaat, want ik had een randje waardoor ik hem niet kon halen. Oh, maar je moet echt ver omrijden, denk ik, hoor. Want ja, volgens mij ook. Ja. Je moet helemaal over die brug. Je moet helemaal naar die laatste checkpoint. Nee, ik ga niet snel genoeg. Hoe is dit? Nee, ik had daar dus ook net een randje. Nu heb ik hem makkelijk. Nou, dan sta ik nog wel derde. Dankjewel, Tieber, dat je hem ook even faalt. Ja, volgens mij is dat ketchup aan dan. Nee. Want ik non-context had aan. Nice. Ja, dat was een beetje apart. Maar ik was niet de enige met een randje, dus dat scheelt. En ik ben vierde. Let's go. Ik voel me niet lekker. Hé, beterschap, Roodje. Doe rustig aan, man. Neem een aspirintje. Pak wat water. Ik was laatst op zoek naar een waterkan. En ik kon gewoon nergens een waterkan in de winkel vinden. Dus nu heb ik hem online besteld. Ik dacht, ik support mijn lokale winkels. Maar nergens verkopen ze een waterkan. Dus ik heb het nu toch maar weer online besteld. Ja, sowieso gaan die winkels ook failliet. Hebben die niet ergens bij de Xenos of zo van die dingen? Bij Xenos heb ik niet gekeken. Oh, die heb ik geskipt. Ik heb bij de Action gekeken. Bij nog een Action gekeken. En... Oh. Ik ben nog ergens naar binnen gelopen. Oh? Ik weet al niet meer wat. Oh? Huh? Ik ben nog bij nog een winkel gekeken, maar ik heb nu gewoon een bol.com besteld. Ja, dat is makkelijk. Het somber is ook, ik had er daarvoor 4 voor bijna dezelfde prijs als je er 1 in de winkel hebt, als je hem kan vinden. Hij is ook mooi, in de Action stond waterkan en er stonden gewoon zonder een soort van plastic opslagdoosjes. En ik denk, nou, volgens mij klopt dat niet helemaal. Eigenlijk had ik dus bij de plastic opslagdoos moeten kijken, misschien stonden daar de waterkannen wel.
Nick reist ook mee, ja. Wat zei je? Die plastic opslagdoosjes, dat is om hele grote ijsblokjes te maken. Ja. Ja! Dan gaat hij wel kapot, dus een beetje zonde voor je geld, maar... Het kan wel. Bro, ik ben echt slecht geworden. Ja, Nick, wat is dit nou? Ik zal Nick even moderator maken, want anders zie ik hem niet in de chat namelijk. Ik heb hem gewoon gehaald, joh. Geen DNF. Lekker bezig! Lekker, man. Hoe ver stond je nou nog achter? Even kijken, hoor. Weet ik het. 6 minuten 55... 1 minuut 43 ongeveer. Oh. Dus het is niet echt heel veel sneller, kan ik je zeggen. Nee, maar ik heb hem gehaald. Ja, dat wel. Heel goed. Ik heb mijn knie uit de kom, dan zal ik even naar het ziekenhuis gaan. Dat is oké. Oh, Dutchy Games zegt die Flip deed het 6 keer niet. Heb je nu een DNF, bro? Jij bent DNF! Nee. Nice! Dat is ik lach je toe voor de volgende race. Dit was niet uitlachen, dit was je toelachen voor de volgende race. Ik ben de chat kwijt. Chat! Kut, waar is mijn chat? Oh, hier. Ha! Ik ben er weer. Gevonden. Yo, Jan. Yo, Boltix. Ja, mijn scherm is nog steeds kapot. En ik ben te lui om een ander scherm te kopen. Dus ik doe nog steeds alles op één scherm. En het ding is ook, ik had een ander scherm. Alleen het probleem is, dat is een ouder scherm van mezelf. Want ik bewaar gewoon mijn scherm voor als ik het een keer nodig heb. Zoals nu, want mijn scherm is kapot gegaan. Dus ik dacht, ik pak mijn oude scherm. Maar er zit alleen HDMI-aansluiting op. En mijn computer heeft alleen maar DisplayPort-aansluiting. Dus ik kon hem niet eens gebruiken. Heel dat ding hier neergezet. Ik dacht op een gegeven moment, wacht, dit zijn andere kabels of andere aansluitingen. En toen pas kwam ik erachter. Ik doe 1 lap hier. Dat is een kort raceje. Wat is dit voor een race? Moet je nog een speciaal voertuig kiezen? Nee, ik kan alleen de BR8 volgens mij. Oeh. Volgens mij is het de Grand Prix. Oh, maar dat is wel leuk. Jan, deze donatie. Dat is een hele goeie. Want Kane die heeft nog een 3 euro donatie achtergelaten. Zegt, ik werk bij Mercedes. Wat kan ik doen om je naar Mercedes te krijgen in plaats van Ford? Daar heb ik een goeie voor. Stuur een G-Wagon op. En ik ben over. Dat is alles. Meer hoef je niet te doen, Kane. Goeie deal. Ja, dat is toch een goeie. Ik vind hem wel makkelijk. Oké, let's go. 1 lapje, jongens. In de sneeuw, oké. Zo meteen stuurt hij een speelgoed G-Wagon op. Nee, wel met een V8. Want anders doe ik niet mee. Oh. Of een nog beter is een G-Wagon 6x6. Dat is helemaal mooi, gewoon. Nee, ik weet niet. Ik vind Mercedes... Oh, dat was een marktraam. Ik vind Mercedes zelf persoonlijk niet heel mooi, moet ik zeggen. Oh, wat doe ik? Oh, de voorkant kan wel mooi zijn, alleen die achterkant vind ik... Ik weet niet, ik vind het echt... Ja. Oh, nee! Oh, nee, je moet niet... Dit is een F1 wallride, nice. Ja, we gaan weer dit soort dingen doen. Leuk. Ja, succes. Oh. Hey, maar Kane, dankjewel voor je 3 donatie, jongen. Dankjewel voor je sport, bro. Je ziet echt helemaal niks. Moet je naar boven of wat? Waar moet je naartoe? Nee, je moet gewoon bovenin blijven rijden. Gewoon dezelfde lijn blijven rijden. Oh, daar zit een lampje boven. Kijk uit. Daar zit een lampje boven. Yo, Motion. Welkom bij de stream, man. Welkom. Niet te hoog, Raymond. Dat is even mijn tip. Nee, dat... Of moet ik je fruit, jongen? Wat doe jij nou? Ik verlies mijn grip daar de hele tijd. Je moet gewoon volle vaart, hè, jongens. Ja, dat deed ik. Nee, zeg maar gewoon Raymond, alsjeblieft. Oké, fruit, jong. Oh, dit is moeilijker dan ik dacht, jongen. Nee, maar je kan niet zien waar je naartoe rijdt. Ik slip ook de hele tijd weg naar die... nadat je op dat ding, die blauwe ding rijdt, hoe heet dat? De waarhuis. Oh nee, daar heb ik geen last van. Ik slip daarna weg, omdat ik niet goed rij. Hier moet je hoog blijven. Oh, dit is... Nee, ik ga weer te laag. Als je op dat rode komt, dan ga je te laag. Oh, dit is echt nog tricky, want je ziet niet waar je naartoe gaat, omdat je aan de verkeerde kant van de muur rijdt. Ik vind het wel een leuk concept, maar dit is echt wel tricky. Maar je kunt hier ook niet verder... Nee, ik kan niet verder. Je kan ook je camera niet verder draaien, dat je meer ziet. Dus je moet gewoon de gok nemen. Je moet hier iets hoger nemen. Wacht, iets hoger. Niet op het rode komen! Nee, waarom... Bro, je komt automatisch op dat rode, man. Ja, klopt. Dat is echt niet normaal. Als je tegenstift, dan ga je slippen. Oké, wacht, ik heb hem in first person staan. Zonder hoodcam, dat is niet het allermakkelijkste, maar... Wacht, ik heb weer first person. Ik zal zo meteen even mijn oordeel geven hierover. Oh, dan kom je ook op het rode. Ik knal ze tegen die lampen aan, joh. Heb je vrienden die GTA spelen? Nee. Daarom zit ik nu samen met Guido, Raymond en Thibaut.
Ja. Oh. Oh, 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 ik had hem bijna. Ik had hem bijna. Ik zat helemaal op de top, jongen. Oeh. Gaat lekker, Matthias. Welkom bij de stream, man. Ja, je slipt er inderdaad helemaal weg als je tegen... Ja, je moet hem heel hoog insturen. Heel hoog insturen. Ja, vanaf heel laag dan, of wat? Oh nee, nu vlieg ik gewoon, nu vlieg ik er letterlijk gewoon naast. Wat is dit? Hebben sommige überhaupt mensen al gehaald? Ik had hem bijna volgens mij, maar... Heeft iedereen de DR8 of niet? Ja, ja, iedereen heeft dezelfde auto. Oh, iemand is al gefinished. Revenge, hoe doe je het? Maar ik zit echt te denken om daar gewoon te gaan flippen, want dan kan ik beter dan dit. Oh joh. Oh ja, moet je dat misschien niet doen. Oh nee, ik ben er nog op, ik ben er nog op. Je moet heel zachtjes stikjes geven, heel zachtjes stikjes geven. Als, ja, maar... als je eenmaal op dat blauwe zit, heel zachtjes gewoon tikjes blijven geven. Ho! Ho, daarna moet je op het plafond rijden! Ja, maar wat? Je bent er nog eens klaar! Je moet... Ik was helemaal blij dat ik hem had. Oh, dit meen je niet, je moet... Je moet helemaal opnieuw! Nee. Maar naar dat blauwe, hoe doe je dat? Ja, heel zachtjes stikjes. Gewoon heel de tikjes naar boven geven om die bocht te kunnen maken. Dan rij je heel zachtjes door. Nou ja, heel snel door, maar... Nou ja, ik zak of naar beneden naar de rode. Ik heb hem nu alweer hoor, ik heb hem nu alweer. Gewoon tikjes geven, ik heb hem nu alweer. Maar nu moet ik even opletten wat ik dus hier moet doen. Nou ja, ik weet dat ik op het plafond moet rijden, maar... Op plafond, op plafond, op plafond, op plafond. Ik rij op het plafond. Ja, maar... Moet ik... Oh, waarschijnlijk moet ik die markkraampjes volgen. Ik heb echt oprecht geen idee. Is dit het? Ik heb een checkpoint. Ik had hem bijna. Oh my... Ik heb hem. Nee, Thibaut, dat ga je niet menen, hè? Toen jij er vanaf vloog, ja, kwam ik recht te staan bovenop dat plateau. Wat gek. Dat is mogelijk gek. Oh, shit. Ik was maar aan het concentreren, er komt nog een stukje daarna, man. Dit is toch best wel een tricky race. Ik ben blij dat ik één lap had aangezet. Ik dacht, dit is een Grand Prix race, maar dit is echt geen... Als ze dit in een Grand Prix van F1 doen, of de... Ja. Ik weet niet hoe dat heet. Dan is het wel leuk, denk ik. Ja, als in 2050 de Maan Grand Prix, dan krijg je dit soort dingen. Anti-gravity, speciale race. Het is wel een originele race, dat kan je niet ontkennen. Ja... Als ik nou zou leuk zijn als ik hem ook nog zou halen. Ja, dat is een skill issue, hè? Ik heb hem gewoon first try gehaald nu. Ja hoor. Beetje knippen plakwerk, werkt altijd. Heb je altijd rechts onder in je tijd staan, hè? Ik heb hem, denk ik. Op een gegeven moment... Oh! Alhoewel het een nep checkpoint is, ik ben nu niet haald. Je moet op een gegeven moment over een onzichtbare UFO heen. Oh, en ik moet nog over het randje van de brug heen. Oh, dit is echt... Dit is zo'n originele race. Ik maak... Oh, ik rijd nog goed! Maat, nee, dit is... Ik vind dit echt een vette race. Dit is echt, echt heel origineel. Ik sta zesde en ik moet volgens mij alleen nog over de grond. Hoop ik. Ja, ja, ik haal het echt niet. Ik weet niet wat mijn auto hier doet. Maar... Ik ben aan het slippen door de sneeuw heen. Ik heb dat ene stuk bij die haven heb ik gehaald. Ik ben nu op het vliegveld, maar eens even kijken. Kan je niet... op het vliegveld? Dan moet je op de kop rijden, hè? Ja, dat had ik door. Dat vloog eraf. Oh, en dan moet je weer helemaal opnieuw? Nee, ik ga proberen te cheaten. Oh, dan gaat hij weer, hoor. Raymond gaat er weer proberen te cheaten, hoor. Ik kan je wel zeggen dat denk ik zo meteen de DNF gaat beginnen, want ik ga nu over de finish. Dit was echt, echt een goede race. Wel een beetje tricky in die sneeuw. Als hij die sneeuw uit had gezet, was waarschijnlijk dat hoekje wat makkelijker, maar... Ja, dat denk ik ook. Maar echt, voor mij is het nu onmogelijk. Ik stuur niet op dat stukje en nog slip ik weg. Skill issue. Bakkers. Ja, ik had hem ook echt niet. Ja, Timo, laat eens even zien. Ik ben je nu aan het spectaten. Dit is je kans. Ja. Oké, kom op. Als je hem nu haalt, zullen we gewoon kleine tikjes geven. Vanaf nu, kleine tikjes. Tik, 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 tik. Ik heb bijna. Ja, maar dit heb ik dus al heel de tijd, hè. Via wat stream je? Via OBS. Even kijken hoor, want Josh Hill... Die had nog een 2 euro supertext achtergelaten. En hij zegt, hoi, ik geniet van al je GTA-video's. Ga zo door. Hey, dankjewel Josh. Josh, voor je support. Blijf lekker genieten van de stream, blijf lekker genieten van de video's. En dankjewel, bro, dankjewel. Remco, die heeft nog een 2 keer 5 euro donatie achtergelaten. Dus boom, boom.
twee high fives voor jou, bro. En hij zegt... Jojan, leuke livestream weer. By the way, Liam is echt een klungel om zijn beeldscherm zo te slopen. Hij heeft gelukkig alweer een nieuwe. Niks meer aan het handje. Maar het heeft wel een grappige TikTok opgeleverd. Dus daar doe ik het voor. Nee, grapje. Ik vind het ook mooi. Ik vroeg al, hij zegt, ja, mijn beeldscherm is kapot. Het eerste wat ik doe is lachen. En het tweede wat ik doe is vragen of hij een foto heeft. Puur gewoon, ons vertrouwen in de groep is gewoon nergens te bekennen. Dus ik moest wel even bewijzen dat hij echt zijn beeldscherm kapot had gegooid. Maar dat was ook zo. Dat was ook echt zo. Hey, dankjewel Remco voor je 2x5 donatie, jongen. Dankjewel voor je support, bro. Dankjewel. Waar is Ryan? Ja, veel mensen vragen waar Ryan is. Alleen Ryan heeft op dit moment geen internet omdat hij verhuisd is. Oftewel, de komende tijd zal hij ook nog niet meedoen. Waarschijnlijk dat Ryan pas terug is over 2 weken minimaal. Dus Ryan doet voorlopig nog niet mee. Angelo, die ging weer meedoen. Alleen de bliksem is bij hem ingeslagen. Het was PlayStation kapot gegaan. Dus omdat jullie die PlayStation voor hem hadden gekocht, moeten we nu eventjes moeilijk doen om hem op te sturen en hem te laten repareren. Dus als die gerepareerd is, kan Angelo ook weer meedoen. Dus dat was, dat was niet helemaal de bedoeling. Ja, ik ben de laatste Belg die overleeft, dus zo met... Nou ja, we gaan nu België tegen Nederland starten, toch? 4-1? Ja, easy. Let's go! Ik zal na deze race even een playlist starten met 30 man als dat werkt. Na deze race kunnen we nieuwe mensen bij meedoen. Let's go, boys! Thomas, die rijdt op zich ook nog wel flink door. Ik weet niet of die iemand anders laat spelen, maar... Ja, ik heb hem wel lessen gegeven. Master, Thomas is goed, hè? Lessen voor jou, Raymond. Ja. Hoeveel vraag je daarvoor? Oké. Ik wil lessen bij je afnemen, want dan betaal jij mij toch 100 euro per uur? Of? Nee, 5 euro. Oh, maar betaal je mij? Ja, en een bakje nasi. Oeh, wat voor nasi? Oh. Dat is wel de vraag. Die met rijst. Die ene. Iedereen rijdt daar tegen die paal tegen wat we gebouw aanhouden. Iedereen ook gewoon. Oh, naar rechts. Ik dacht naar links. Kijk uit voor al die palen, hoor. Iemand raadt verkeerd. De mensen gingen door dat bord heen. Nice, jongens. Volgende keer beter. Oké, daar komt de stunt aan. Hey, Tibo. Succes, die jongens. Het ziet er wel sick uit. Tibo is de enige overgebleven Belg. Gaat naar België. Ja, dit is speciaal voor mij gemaakt. Let op welke kant je op moet. Je moet daar naar de groene pakken. Terugweg de groene, jongens. Oh ja, thanks. Oh, je moet die keren. Je moet daar keren. Nee, maar gewoon. Ik dacht, ik zeg het nog even, weet je, dat je daar moet keren. Geen probleem. Ik wist niet eens dat je daar moest keren, joh. Ik rijd er volle vaat op in. Dan weet je het nu. Wij komen nu weer terug over de groene. En dan moeten we waarschijnlijk daarna de bovenste pakken, welke kleur het ook is. Blauw of zo, denk ik. Je moet daar keren, hè. Mijn auto had een afwijking, want die helemaal kapot was, jongen. Dat was niet de bedoeling. Yo, ja, Max, jongen. Hoe werkt dit dan? Oh, dit is vet. Oh, welke kant moet ik nou? Groen. Oké. Ja. Nee, oranje. Noem maar even kijken welke kant ik nu op. Ik bijna heen ook. Ik moet nu waarschijnlijk wel naar oranje. Denk ik. Ja, oranje daarna. Ja. Kijk hier, België tegen Nederland. Easy, ik sta gewoon tweede. Hoppa. Echt? Ja. Het zijn twee laps, hè. Niet te vroeg juichen. Ja, dat is wel waar. Alles is nog mogelijk, bro. Hey. Heb je nou een gele krieger? Ja, ik dacht ik ga Perry zijn skills even overnemen. Kijk naar het werk. Heb je hem gewoon geel gemaakt? Of heb je hem niet custom? Ja, ik heb hem geel gemaakt. Oh, nice. Of ik heb hem niet custom. Dit is gewoon pure skill dat ik voorleg. Oh. Met een non-custom auto. Ik kan zo meteen wel even kijken of je een custom had, hoor. Dus... Oh, wow. Waar moet je naartoe, joh? Je moet er gewoon uitspringen. Ja. Oh, nice. Ik moet over de kop. Nee. Ik sta 8 seconden op je achter, Tibo. Oh, nice. Nu sta ik iets meer op je achter. Daar gaan we het niet over hebben. Ja, want nu zo'n 12 seconden zijn, maar dat maakt niet uit. Alles is nog mogelijk. Moet even Hidden inhalen, want we liggen daarna. Ja, ik lig net achter Hidden. Ja, ik zie jullie op de kaart ver wegrijden, maar... Oké, Hidden zijn alle twee tegen het huis gecrashed. Weer bij dezelfde bocht zeker daar, bij die paal. Ja, de lap 1 kan ik er tegenaan. Nu omdat je het zegt, weet ik het. Dus nu gaat het me niet gebeuren. Nou, er zijn het geen 12 seconden meer. Ik lig nu 6 seconden achter, oké. Wow, yo, dit zijn snelle bochtjes daar, joh! Ja, klopt. Ik ben ook echt door aan het rijden.
Ja, ik ben nu ook aan het zweten, want Tibor zit zo stoer te doen, dus ik moet hem eigenlijk even inhalen. Ja. Yo, badje plak, jongen. Welkom, welkom, welkom. Yo, jongens. Yo. Jan, je moet er rechtdoor, hè? Ja? Ja. Ja, is goed. Ik ga toch even de groene stunt op, juist niet erg vind. Ja. Ja, dan moet ik zo meteen weer omkeren. Als ik hier nou even snel de randjes zo pak. Randjes yo. Pakken. Yo. Ik weet niet of ik inloop ook, dat is een tricky nu. Nog 5 seconden. Ja. Oké. Okay. Misschien je maak je nog een foutje, hè? Ja. Hoe is Revenge zoveel sneller? Waarschijnlijk gebruikt hij die brake boost. Oh ja. Dat snap ik nog steeds niet hoe dat werkt. Hè? Nee, ik ook niet. Ik heb het serieus opgezocht, ik heb het geprobeerd, maar ik. Je hebt ook nog. Brake boost ga je iets sneller door voor de mensen die het niet weten in de chat. Maar je hebt ook nog een andere boost als je dan een hobbeltje krijgt. Het is gewoon in het wegdek dat er een random hobbeltje zit. Dat je auto een beetje de lucht in vliegt. Dan kan je ook nog een boost glitch krijgen door je sneller gaat. Als je dat soort dingen weet, dan kan je zoveel tijd mee winnen, joh. Maar het is zo moeilijk om onder de knie te krijgen. Het is echt spannend tussen mij en Hidden. We zitten de hele tijd bijna zo in elkaar met onze auto's. Nee! Ik rij hier er langzaam achteraan op de derde plek. Oh, nee! Oh, ik zie jullie rijden. Oh, joh, die was close. Hidden is eerste, ja. Tibo is tweede, maar dat scheelde. Ik zag het helemaal boven in mijn scherm gebeuren. Ik zat met mijn voorkant van mijn auto zo in de achterbanden van Hidden. Echt? Ja, dan scheelt het echt niet veel. Nou, ik ben mooi derde. GG. GG. Ik ben ook ingehaald voor Revenge. Het verschil was 124. 0,124. Gaat hij 124? Oh. Wat is dat? Milliseconden, honderdste seconden, ja, duizend seconden? Een tiende. Een tiende. Fuck, laag. Honderdste, vierduizendste. Zo. Doe ik dit weer, hè? Je kan toch gewoon zeggen 124.000ste? Oh ja, dat kan ook, ja. Ik weet ook niet wat die zijn, man. Ik heb geen idee. Maat 202, ja, bandjeplak die is, of maat 102, toch? Bandjeplak die was heel lang geabonneerd op Twitch, maar we streamen natuurlijk niet meer op Twitch, maar we doen het op YouTube. En nu is die hier er ook weer bij. Dus thanks nog, Ed. Zeg de naam. Yo, Red ook, welkom bij de stream. GG. Red en Ed. Ik heb weer 3 letters. Heb je een leuk verhaaltje? Ik kan wel een leuk verhaaltje laten zien. Zal ik eens kijken of ik die video kan downloaden? Wacht. Kan ik dit downloaden? Oh, download. Oh, jullie horen het al. Wacht, ik download even de video. Dan kan ik hem in de stream gooien. Kijk, even een beetje een uitleg erbij. Zoe, oftewel mijn hond. Die vindt het af en toe wel leuk om te graven. Maar... ze heeft de afgelopen 3 maanden niet gegraven. Dus ik vertrouwde er. Ik dacht, die kan wel buiten blijven liggen. Helemaal niet erg. Ik ga even een video zoeken nu. Wilde je trouwens nog een nieuwe playlist, toch? Ja, ik zal maar starten. Dus het ding was... ik vertrouwde er. En ze heeft een klein beetje... mijn vertrouwen geschaafd. Het is gewoon... er is nu geen vertrouwen meer over. Kijk maar. Dat was Zoe de Kel. Ja. Dus ik dacht, ik laat haar vandaag weer alleen in de tuin. En ik hield de camera's in de gaten. Stond ze weer te graven in dezelfde kel die ik weer had dichtgegooid. Fijn dit. Oh jeetje. Als het goed, ik weet niet of ik nou ben geliefd, maar... ja, je bent geliefd. Kijk, het is niet heel erg. Er groeide gras, want er waren zaadjes gezaaid. Maar dat gras, dat groeit nu niet meer. Oké, laat me heel veel de playlist even updaten. En dan kunnen we weer nieuwe mensen in de playlist. Dus deze moet eruit, deze moet eruit, deze moet eruit. En dan kijk ik even, ja, alle races die... oh nee, deze met 16. Oké, alle races voor nu zijn met 30 man. Ik ga stoppen, want ik heb morgen weer om 8 uur les. Dus ik moet weer lekker vroeg opstaan. Helemaal goed, joh. Lekker je ding doen, man. Lekker je ding doen. Yes. Het was weer gezellig en leuk. Zeker. Je sluit gewoon af met een win. Daar gaat het om. Ja. Of ja, wil je nog All I Want For Christmas even zingen voordat je weggaat? Ja.
Oké, wacht hè. Weet je daar de tekst wel van? Ik hoop het. Oké. Nou, dan wachten we daar nog even op. Ik ga het refreintje zingen, is goed? Ja. Toedoem, toem, toem. I want for Christmas, there is just one thing I need. And I don't Christmas or see. Underneath the Christmas tree. I just... Of zoiets. Ken je van een nummer wel de tekst? Of helemaal niks gewoon? Ja, nee. Ik ben gewoon van piep en zaagkikjes horen, van hardstyle, uptempo. Oh ja, gewoon pff. Nice. Maar daar heb je ook tekst in, hè, soms. Dus... Ja, soms. Ja. Maar die ken je waarschijnlijk ook niet. De refrein nu weer al? Oh mijn god. Je kan het beter gewoon bij piraten. Ik zal gewoon je Discord afsluiten. Ja, ik ga... Vond het wel mooi gestart. Ja, wel goed gedaan. Goed gedaan. Ik ga de songtekst opzoeken, want ik moet het weten. Ja, je hebt nog voorbereiding te doen voordat het kerst is. Je hebt nog, wat is het, 90, 78, 80, zoiets vandaag nog ongeveer? Geen idee eigenlijk. Succes. Hoeveel dagen... Hey, enjoy, Jan. Voor kerst. Ja, volgens mij, ik zeg 87. Fout. Fuck, hoeveel is het? 90. Nee, helemaal niet! Oké, wacht, dat kan eigenlijk wel. Jawel. Wacht, even opnieuw. Ik denk 90. Oei, yo! Heb ik het goed? Oh, je hebt echt slim. Mag ik jou gewoon zeggen? Gewoon in één keer, man. Ja, ik heb de songtekst, hè, jongens? Oh, ja. Oké. Tudum, tudum, tudum. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. And I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Ja, stop dan maar. Ja, thanks! Goed gedaan! Ja, hoppa! Goed gedaan. Tot de volgende keer, Thibau. Ja, tot de volgende keer. Yo, tot de volgende keer. Yo, hey, yo, Dit was net zo'n X-Factor auditie. Gewoon tot de volgende keer. Doei, ga er maar vandoor. Dat was genoeg. Oh, heerlijk. Zo'n Hollands Got Talent waar Jan dan op de rode knop drukt. Ik doe mijn handje in de lucht. Hè, van stop maar, dat is genoeg. Glenn van Hoven, dankjewel nog voor je 2 euro donatie, bro. Super, super awesome van je. Geniet van de stream, geniet van de races. Misschien doe je zelf ook al mee voor eerste. En dankjewel Glenn nog voor je super thanks. Boltix, die had nog een 5 euro donatie achtergelaten. High five voor jou nog. En hij zegt, groetjes aan Thibau, Guido en Raymond in jou natuurlijk. Kijk eens aan. Dankjewel. Dank. Groetjes terug. Ik weet niet wat dit voor race is, maar... Ik ben lekker aan het fietsen. Helemaal mooi. Oh, kijk even die buis. Ik zie ook allemaal mensen bunny hoppen en ik kan dat ook nog steeds niet. Dus. Hoezo? Gewoon springen terwijl je knokken naar voren houdt, bro. Oh, wacht. Kan je die checkpoint niet gewoon via onder pakken? Ik heb gewoon via beneden gepakt. Ja. Doei, ja, jongens. Tot de volgende keer. Ik niet. Ik kreeg hem niet via onder. Oh, nu zit ik vast bij deze. Oké. Ik stond even eerste, maar... Dat is ook snel weer van korte duur. Nee, dat... Raymond, je stond even eerste, bro. Oh, ja, nu ben ik dood. Het is wel een leuke race dit. Ik probeer één keer te bunny hoppen en ik val van mijn fiets af. Nee, gewoon je knokken naar voren en springen, hè, dan. Ja, dat is alles wat je hoeft te doen. Ja, maar dan kan je niet van je fiets afvallen. Ja, toch viel ik van mijn fiets af. Wacht, moet ik nou aan deze kant van het hek of... Ik denk het wel. Ik heb echt geen idee, joh. Je kan hem ook gewoon cheaten. Ja, dat zou inderdaad ook wel kunnen, ja. Lucas Terhaar, die had nog een 11 euro supertext achtergelaten. Dus boom boom, 2 F5's voor jou, bro. Hij heeft verder geen bericht achtergelaten, maar dankjewel Lucas Terhaar voor jou. Plooi, confetti voor jou, jongen. Voor je donatie, man. Super, super awesome van je. En geniet jou ook lekker van de stream. Is dit nou alweer lap 2? Is dat serieus mega de race? Boodschap. Hoe is het mogelijk, gek? Dankjewel, Sack Gaming. Nice. Dankjewel voor je support, man. Ja, dit is het letterlijk. Ik ben lap 2. Nice! Dat was een leuke race geweest in de Panto of zo. Ja, ik weet ook niet waarom we... We kunnen ook niet beuken, we kunnen helemaal niks. Zo'n je hebt een Faggio, ja. Nou. Nee, hij had er gewoon net iets meer in moeten zetten. Maar ja, weet je, ik sta eerst, dus ik vind... Het is echt een goede race, jongens! Let's go! Even die checkpoint cheaten, nu weet ik hoe het moet. Dan kan je sowieso deze checkpoint ook gewoon cheaten, ja. Hoppatee, dan pakken we die turbo nog even mee. Hoppa!
Kijk, dit zijn de echte skills. Dan moeten we hier even zo naar voren springen. Ja. Moeten we hier ook even naar voren springen. En dan kunnen we zo omhoog. Ja, ik wil nu wel eerste worden. Ik ben hem nu aan het cheaten. Dan moet je wel eerste worden. Want anders is best wel een ondergang. Hoe ga ik hier dood? Guido. Hoe kom je... Hoe spring je daar overheen? Oh, je kan ook gewoon die goals... Kan je ook gewoon langs rijden tussendoor, jongens. Ja, die groene goals. Die bedoelde ik net. Oh, nee! Nee, ik wil wel eerste worden. Ik ben aan... Oh, ik kral over zo'n piramide heen. Oh nee, de steak flightboard, daar kan ik langs. Easy. Geen stress. Oh, zo gaat die film. Ja, ik heb zelfs vuurwerk op de eerste plek. Ik ga iemand lappen in deze race. Quinten. Salty Michael, jongens. Ik lap ze in deze race. Wat zijn jullie aan het doen, jongens? Je kan echt alles cheaten. Ja, je kan overal gewoon omheen rijden. Overal, elk object kan je gewoon naast rijden. Woe! Let's go! Eerste plekje in de pocket. Lekker bezig. Bezig. Oh. Ik ben een comeback race aan het maken. Hey, dankjewel nog, Buddy. Even kijken hoor, want Captain Spooky die was nog opnieuw lid geworden. Dus dankjewel, Captain Spooky. Voor je support, Captain Spooky is er ook al jaren bij. Die kennen we allemaal. Dus dankjewel voor je support, man. Mike0492 €3 donatie achtergelaten. Zegt Jojan, ik ben al super lang kijker van je kanaal, maar laatste jaar ook groot fan van Farming Simulator. Waarom ben je nu zo consistent met de serie Keep Up The Good Work? Hey, sowieso Mike, dankjewel voor je €3 donatie, dankjewel voor al je support. Maar dat komt omdat het gewoon echt wel veel tijd kost om Farming te spelen. En mijn doel is sowieso 1 aflevering per week te uploaden. Alleen vorige week was zo ongelooflijk druk. Alleen met zeg maar speciale video's. Want vorige week hebben we echt heel veel speciale video's geüpload. Maar eigenlijk gaat het alleen nog maar drukker worden. Dus ik moet even kijken hoe ik alles precies een beetje ga plannen. Want in oktober komen er 3 games uit die we willen spelen. We moeten nog DLC spelen, we moeten nog oude games spelen. Ik wil sowieso City Skylines gaan streamen aan het begin. Deze man die rijdt zijn banden kapot, nice. Dus we moeten even kijken precies hoe we alles gaan doen. Want ja, ik wil ook wat meer variatie in de games doen. Dus we uploaden nu al GTA, Call of Duty, Farming, The Crew, Forza. Weet je, we uploaden echt wel veel. Maar we moeten dus even kijken hoe we een beetje een vast planningje kunnen aannemen met alles. Maar daar komen we goed. Daar komen we zelf achter. Dus vandaar. Dankjewel, Mike, voor je support. Lucas ter Haar, dankjewel voor nog een keer je €1 supertanks. Dankjewel voor je support, man. SecGamingNL, die heeft nog een €11 donatie achtergelaten. Zegt, hier nog een grap. Wat zegt de vis, als hij het antwoord al weet? Nou. Visstick. Ik weet niet. Ik snap hem niet eens. Nee, ik snap hem niet eens. Wat zegt een vis als hij het antwoord al weet? Vistik. Oh, dat vistik. Oh, mijn god. Vistik. Die kwam heel laat vistik, binnen. Vistik. Oh. Ja. Hij was goed. Ja, als nu ik het snap, was hij wel goed. Dankjewel, Lesek Gaming, voor je €11 supertanks, man. Dankjewel voor je support, bro. Dankjewel. Die kende ik oprecht niet meer. Goeie. Barry86, die had nog een €5 supertanks achtergelaten. High five voor jou, bro. Dankjewel voor al je support. En voor de mensen die doneren, let goed op, jongens. Aankomende zaterdag om 2:00 middags zijn we live met een stream voor het goede doel. Oftewel, alle donaties tijdens de stream, die gaan ook naar het goede doel. Dus mocht je nu denken, hey, ik wil wat doneren, wacht dan even op zaterdagmiddag. Want dan, als je doneert, dan gaat het niet naar mij, maar dan gaat het naar een goed doel. Dus dan heb je er net iets meer aan natuurlijk. Maar dat is zaterdagmiddag. Zaterdagmiddag wordt echt chaos, want dan zitten we hier samen met Liam. Zitten we hier samen met Jordy. Zitten we hier samen met mijn vriendin. Gaan we met z'n allen Mario Party doen. Kan er maar eentje winnen. Wordt pure chaos. En dat allemaal voor een goed doel. Oftewel, Jordy gaat winnen. Jordy wint wel bijna altijd. Maar of nee, deze keer ga ik gewoon winnen. Het is mijn stream, ik ga winnen. Ja, nee, ja, we komen er vanzelf achter. Ik ben trouwens vergeten om deze op non-contact te zetten. Dat is een parcoursrace. Oh, nice! Met 20. Ik zat niet op te letten. Dit wordt leuk. Wat is het goede doel? Het goede doel is Warchild. Oh. Guido 555. Yo, Jordy zit ook in de chat hoor. Waar ben ik nou weer aan beland? Ah, het was een goede grap. Hoe heet de vis die het antwoord al weet? Vistik. Ja. Vistik. Nice. Waluigi time! Nee, Mario!
Ja, voor de mensen die niet weten, in Mario Party speel ik altijd als Wario. Ja, een dik mannetje, dus dat moet wel. Oh, dit is zo dom dat dit op context staat. Oh, nee. Jordi speelt altijd als Waluigi. Suus speelt altijd als Luigi. En Liam pakt eigenlijk degene die nog vrij is. Liam die heeft volgens mij niet echt een main character. Nu maakt het helemaal niet uit welk character je pakt, want ze hebben niet echt speciale voordelen. Dankjewel, Revenge! Revenge die gaf me een tikje waardoor ik de stunt halen, man. Let's go. Oh, nice. Oh, ik zet de proef in first person. Oh, wat doe ik dan? Ja, je moet, omdat contact nu aanstaat, probeer een beetje snel die eerste... Oh, Revenge, we hebben hem volgens mij wel, man. Geen probleem. Let op dat je de eerste stunt even snel haalt, want anders heb je zo meteen echt een probleem, man. Ja. Oh, met z'n allen op dat platform, heerlijk. Ik wist niet wat er aan het eind daar gebeurde. Oh, nee! Bro, ik crashte precies synchroon met die gast naast me, jongen. Oh, en nu rijd ik ernaast. Oh, nice. Is iemand die mist hier de flip? Die... Ja, die turtle slide mij van wordt die wel zo dan. Druk. Ik rijd twee keer naast... Oh, dat meen je niet. Dit is... Maat, waarom moet dit in contact? Oh. Even netjes... Nee! Waarom moet dit in contact? Oh, nee, hè. Iedereen heeft ook die blauwe Osiris van de crewcaller. Oh, ik heb een platform gehad. Let's go. Dan moet ik nu snel door, want ik sta nu tweede. En iedereen zit vast op dat platform. Oh. Nu ben ik er langs. Oké, let's go. Yes. Dit moet je hebben. Crazy Gaming en ikzelf en... Mist... Oh, ik zit onder water. Mr. Boys, die hebben we nog gehaald. Mr. Boys probeert me te beuken, maar die mist me, waardoor die volgens mij in het water lag. Guido. Ja, ik probeerde hem één keer door te doen, maar dat ging niet. Oh. Ja, het is druk daar hoor, op dat platform. Ja. Maar dat hadden jullie waarschijnlijk al door. Oh, ik, huh? Ik heb het gewoon in één keer gehaald, ouwe. Echt? Ja. Oh, GG. Ik lig vijfde. Lekker ben je, dan moet je doorrijden, man. Ja, dan kan je makkelijk zeggen, finishen namelijk. Meer mensen halen dit, ik word alleen maar eraf gebeukt. Wow, waar moet ik nou naartoe dan? Oh, wat? Ik ga sowieso veel te snel, of niet? Nee. Ik ga gewoon precies uit. Sorry, Crazy Gaming. Crazy Gaming maakt ook goede races, by the way. Die hebben we ook al vaak in de video gedaan. Hij gaat de laatste tijd echt super hard met de stunt races. Ja, maar ja, jij is super nice. Wij doen ze gewoon allemaal in de video, hoor. Als ik niet per ongeluk de video verwijder, maar... Ja, ik baal er nog steeds van, maar het is zo stom, jong. Hoe kan ik nou... Dit is letterlijk de tweede keer in denk 10 jaar tijd dat ik per ongeluk de verkeerde bestanden verwijder. Maar het is wel de tweede keer in een jaar tijd. Dus dat is daar niet hele goede ratio's. Ja, we stoppen nu natuurlijk ook veel meer tijd in de video's. En soms nemen we een video op die pas 2 weken later online komt. En vroeger was het, als ik het opnam, kwam het meteen online. Dus dat is natuurlijk ook wel een verschilletje. Maar ja, ik moet gewoon iets beter opletten op het moment dat ik dingen ga verwijderen. Zodat ik niet dingen verwijder die nog online moeten komen. Maar nu heb ik wel echt mijn lesje geleerd. Heel goed. Ik zit in een turtle slide, ik zie helemaal saus, maar ik heb hem gehaald. Oh, wat is dit? Oh, ik kan er langs, laat maar zitten, ik weet het al. Oh, ik kon hier even niet sturen door het water. Dit is een skill issue, want ik lig eerste. Oh, oh my. Dat was echt gewoon volle eigen ding, maar ik vond het wel voor grap. Nee, oké, dit is karma, want ik haal hem nu niet. Ja, dit is keiharde karma. Lucas ter Haar, dankjewel nog een keer voor je 1 euro supertanks donatie, jongen. Dankjewel voor je support. Hop. Hop. Oh, hoe moet je dit doen? Oh nee, ik sta zo hard eerst, maar ik weet niet hoe ik dit moet doen. Oh, dit kan ik echt niet hoor. Wat nee, zijn ik jullie? Ik moet verder naar voren leunen. Ik ben bij remschijven, maar ik moet verder naar voren leunen. Ik ben ook bij remschijven, maar ik hou hier zo hoor. Oh. Ja, dit is echt niet voor mij gemaakt. Oh nee, nu ging ik te laag. Oké, niet zo ver naar voren. Ik zag net iemand die wilde hier een aanloop nemen en die reed achter van het platform af. Ja, dat had ik ook al. Oh, nu knal ik tegen Crazy Gaming aan in de lucht bij de remschijf. Nice. Waarom kan het wereldkampioenschap voor soppetjes spelen niet doorgaan? Omdat de winnaar van vorig jaar nog niet gevonden is. Hey, ik heb hem gehaald, let's go. Ik heb de stunt ook nog gehaald. Zo slecht. Hè. Ja, die was wel grappig hoor. Je kan zeggen wat je wil, die was grappig. Ik denk dat ketchup aanstaat. Wel? Ja, want Jesse Kok en ik kunnen de stunt niet halen omdat we eerste liggen. Oké, ik kom eraan. Ik lig nou in zesde. Oh, je moet er naar boven. Nee, ketchup staat aan, oftewel we kunnen de stunt niet halen. Nooit! Oké, dan, dan moet ik heel even wachten. In contact.
Ja, ik moet wachten op mensen in contact met Kijks. Oké, Jesse, ik rij achter je aan. Let's go, Jesse. Teamwork. Oh, hij gaat er snel nog vandoor. Ja, oké, ik heb hem. Let's go. Oh, hij is gerespawned. Jesse! Nee, laat me even slipstreamen, Jesse. Jesse, wacht. Oh, laat me slipstreamen. Oh, ja, let's go. Ik krijg er hem aan. Oké, ik zit in zijn slipstream. Dan hoop ik dat ik hem nu haal. En dan kan daarna degene die... Ja. Ik ga nu veel verder. En nu heb ik hem precies. Oh, hij kwam precies uit dat ik in zijn slipstream zat, jongen. Oké, die was wel satisfying. Oké, maar als het goed is, kunnen de mensen achter hem mij hem nu ook halen. Omdat ik hem heb gehaald. Zo werkt de catch-up. Oh, ze gaan hier stoppen voor de... Wat doen ze? Welke checkpoint ben ik? 17. Oké, ik ben er bijna. Was dat wel een stuk? Nee. Oh. Oh my, die flip die werkt niet. Thanks voor de donatie, jongens. Ik zal ze zo meteen nog even oplezen, by the way. Ik zie ze in de chat binnenkomen. Oké, ik heb hem gewoon rustig gedaan, dan gaat hij beter. Zo. Ik ben nou bij die take flight worden. Oh, dan moet je nog wel een stukje... Hoeveel sta je achter? Valt wel mee, toch? 3 minuten. Dat is de helft van de race. Nou ja, ik heb die remschijf in 1 keer gehaald daar. Lekker bezig. Ja, maar die remschijf bedoelde ik niet, hè. Ik bedoelde die daarna. Mega boodschap. Wow, yo, dankjewel, jongens. Oh, ik ben de finish. Ik heb de flip gehaald. Alweer eerste, let's go. Ik crashte in die buis waar je doorheen moet flippen, maar toch heb ik hem. Echt? Oh. Ja. GG. Lekker bezig. Ik zal eens even gaan spectaten als ik je kan vinden. Die was wel als ik weet niet. Oh, wat is dit dan? Zo, ik ben aan spectaten. Hoppatee. Oh, ik ben ook bij de even kijken hoor. Oh. Mike 0492, die heeft nog €3 gedoneerd. Dankjewel voor je support, jongen. Hij zegt... Ik weet dat het veel tijd kost, ik speel ook en jij probeert zo realistisch mogelijk te spelen. Klopt, maar het is meer... Kijk, als je Farming Simulator opneemt, ik ben sowieso al 30 minuten tot 1 uur bezig om voor te bereiden wat ik ga opnemen. Dus wat ik ga spelen in de video's. En tegelijkertijd zeg maar het opstapelen van de pallets, dat soort dingen doe ik allemaal voordat ik ga opnemen. Niet tijdens de opname, want dat is niet leuk. Dus dat maakt het sowieso dat het veel meer tijd kost. Plus, het kost nog 1 uur om te editen. En dan moet je natuurlijk de volgende aflevering weer 1 uur voorbereiden. Dus... Ja, je bent per video sowieso 5 uur bezig. Plus nog 2 uur wachten op je renderen. 7 uur ongeveer. Dus ja, het ligt een beetje aan hoe mijn week eruit ziet. Of ik er tijd voor heb. Cities Skylines 2 lijkt me ook heel ziek. Ik ga hem ook kopen binnenkort. Cities Skylines 2 komen sowieso streams over om even de game te leren kennen. En als we de game goed kennen, komt er ook een serie over. Dus dat, dat wordt... Daar heb ik echt zin. Ik heb al gameplay gezien in Cities Skylines 2. Zit echt... Het is zeg maar weer Cities Skylines 1, maar de dingen die ze hebben geüpdate, dat zijn ook echt gewoon goede dingen. En dat is wat je wil zien. Dus ik ben heel benieuwd. Dankjewel voor je donatie, Mike. W. Esra. Dankjewel, Jesse. Ik wacht heel even, want anders hoort niemand me. Ram, pam, 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 pam. Thanks voor het time-outen, jongens. Ja, ik heb de slow mode niet meer uitstaan. Dus soms hebben de mensen zin om teamberichten achter elkaar te sturen. V. Estra, die heeft nog een €2,49 supertext achtergelaten. Zegt, is dat de OG Nimu 11 die meedoet? Klopt. Hij praat niet mee, maar hij speelt wel mee. Maar misschien kan ik hem wel een keer vragen of hij een keertje mee wil doen, hoor. Wie weet. Ik zal hem wel een keertje berichtje sturen. Ik wist niet dat hij nog speelde, namelijk. Dankjewel, Estra, voor je donatie, jongen. Dankjewel voor je support. Sec Gaming NL, die had nog een €11 supertext achtergelaten. Sowieso. 2 J5's voor jou, bro. En hij zegt erbij... Nog even eentje voordat ik weer ga. Moet weer aan het werk. Wat zei Mario toen hij het uitmaakte met Princess Peach? No. Nee? Nee, jullie weten niet? It's not you. It's me, Mario! Ik moest hem even goed brengen, dus ik heb echt mijn best erop gedaan, ouwe. Ik heb echt mijn best erop gedaan. Ja, nee, is wel goed. Had ik eindelijk de stunt ook gehaald. Ja, nee, je hebt hem niet gehaald. Nee, nu niet meer, nee. Zack Gaming, dankjewel bro. Dat was oprecht ook een goeie. Hij heeft nu 2 goeie. Als je er nog een hebt, laat het weten. Je mag hem ook gewoon in de chat gooien. Je hoeft hem niet te doneren. Dankjewel, Zack Gaming. Josh Hilhorst, die had ook nog een €2 donatie achtergelaten. Hij zegt, speel als Donkey Kong, die heeft grotere hitbox. Dan moet je dus juist niet als Donkey Kong spelen, maar we spelen Mario Party, daar zit Donkey Kong niet in.
Dus ja, dat is een beetje lastig dan. Dankjewel, Josh, voor je 2 euro supertext en je tip. Alleen ja, zit Donkey Kong er helaas niet in. Jesse Kok die heeft ook een 10 euro donatie achtergelaten. Dus boom boom, 2,50 voor jou. En dan zegt erbij... Waar is een metselaar... Oh, nee, hè. Waar is een metselaar goed in op de snelweg? Samenvoegen. Ongeveer invoegen. Oh. Goeie gok. Bro, je had... Ja, hij was wel in de buurt. Goeie. Ja, dat is ook een goeie. Invoegen natuurlijk. Ja, ja, nice. Okay, nee. Dankjewel, Jesse, voor je donatie, jongen. Die was ook goed, man. Die was ook goed. Mike0492, die had nog een 3 euro donatie achtergelaten. Yo, man, dat ziet er echt vet uit. Ik heb je eerste City Skyline series gekeken van jaren terug. Heerlijke content. Dankjewel, bro. Hoe je nou wegen kan bouwen en alles ziet er heel clean uit. Zeker, man. Zeker. Dus, ja, het is even wachten op de release. Dan kunnen we gaan spelen. Kalahari parcours. Ik zal nog even kijken of er mensen uit de crew online zijn. Want ik zag dat sommige geen invite hadden gekregen. Zorg er wel voor, jongens, als je een invite wil, dat je de crew openbaar... Of nee, dat je de crew als main crew hebt staan. Dus niet dat je een andere crew als main crew hebt staan. En zorg ervoor dat je even je PlayStation checkt voor een invite. En je mobiel checkt voor een invite. Want soms komt hij op mobiel binnen, soms komt hij op PlayStation binnen. Dus er kunnen nog een aantal mensen bij Musty zo te zien gereset, want die is wel level 1. Moet ook niet cheaten, hè, Musty? Hey, en dankjewel, Mike, voor al je support, jongen. Dankjewel. Ik zie je wel weer nog steeds in de stream natuurlijk, maar waarschijnlijk ook bij City Skylines. Kevin, die heeft nog een 5 euro donatie achtergelaten. High 5 voor jou. En hij zegt erbij, maandagjarig en mijn Volkswagen Golf 2 halen. Dus een kleinigheidje voor jou. Hey. Wel gefeliciteerd aankomende maandag met jou en je auto. Ik weet niet hoe oud je auto is, maar wel gefeliciteerd. Ja. Ik kan beter mijn mond halen als ik ga zingen. Maar... Ik vond Thibaut beter kunnen zingen. Ja, sorry. Ik heb wel mijn best erop gedaan, maar ik kan het beter niet doen. Nee, daar heb je wel gelijk. Ja, je kan wel een keer een karaoke stream doen. Ik heb ze oprecht. Dat wil ik echt niet. Ik heb nog een karaoke stream op mijn kanaal staan als privévideo. Van toen ik 150 abonnees had. Beter stuur die. Nee, die gaat. Ik moet hem eigenlijk verwijderen voordat ik hem per ongeluk openbaar zet. Dat is echt schamelijk, jongen. Maar thanks voor alle donaties. Sowieso iedereen ook nog bedankt voor het kijken, natuurlijk. Mocht je de stream weer leuk vinden, ram dan natuurlijk kaart op like, zou ik super gaaf vinden. En ja, als je naar bed moet, of als je er vandoor moet, je kan de stream altijd nog terugkijken. Iedereen heeft natuurlijk een custom Kalahari die me inhaalt. En ja, vergeet niet je agenda te zetten. Aankomende zaterdag 2 uur zijn we ook live op YouTube met de stream voor het goede doel voor War Child. En dat wordt echt, echt pure chaos. Mijn auto is 33 jaar oud. Zo! Wat voor auto heb je dan? Oh. Eentje die 33 jaar oud is. Ja, maar welke is dat? Stuur die eens privé. Nee, die video die moet ik even bijhouden. Ja, nee, stuur. Nee, dat is letterlijk karaoke party. Daar had ik echt 150 of 200 abonnees, zat ik karaoke party te doen. En ik heb nog een stream dat ik Guitar Hero speel, ook toen ik 300 abonnees of zo had. Zo ben ik begonnen met YouTube. Ja, the more you know. Die tijden, die ken ik niet. Ik ken wel je jeugdverhalen, ja, die ken ik. Oh ja, die ken ik niet meer eigenlijk. Behalve dat ik mijn schedel had gebroken. Nee, ik weet niet meer wat ik allemaal heb verteld op YouTube. Ik heb zoveel verteld op YouTube in de jaren tijd, dat is echt niet normaal. De dood challenges met wasabi eten. Oh ja, de try or die serie. Een waterijsje eten elke keer als je doodgaat. Ik had de brain freeze, jongen. Of een denta stick eten als je doodgaat. Of wasabi eten. Of gadverdamme. Oh ja, pure limonades. Ja, dat was... Bro, ik ben door die wasabi... Ben ik echt ziek geworden, want die was vol over de datum. Maar ik dacht, dat is grappig. Maar dat was achteraf niet heel grappig. Ik was er echt ziek van, jongen. Oh. En toen ben ik volgens mij ook gestopt met die try or die. Nee, dat was niet wasabi, dat was een soort mosterd. Hoe heet dat? Ik weet even, zo'n potje. Niet wasabi, maar... Ja, het is grove mosterd. Misschien dat? Nee, het was een groenig spul. Pesto was het. Oh, pesto? Ja, dat is geen mosterd, maar je snapt wat ik bedoel. Ja, dat was over de datum en dat had ik gegeten elke keer als ik dood ging. Ik weet niet hoeveel abonnees ik toen had, hoor. Maar dat was echt... Maar dan is dat logisch. Ook als dat niet over de datum is en je eet dat zo, dan krijg je buikpijn van, hoor. Ik heb echt oprecht geen idee, want ik vind het ook echt niet lekker. Maar dat zit super vol met olie. Dat is alsof je gewoon een lepel olijfolie naar binnen mikt. Iedereen zijn ding. Ja. Dat is niet mijn ding. Nee.
Haal je er niet in? Oh, er zit een sprongetje. Oh, oh, gaat goed. En kan wel opnieuw eerste worden, want namelijk in een non-custom kale Harry. Dat is ook een accomplishment, want hier rij je alleen maar customs namelijk. Oh, ik ga er bijna naast. Oh, is dat een sprongetje? Ja. Okay. Oh, je bent daar? Ja, daar was ik net ook. Ja. Ik hou die customs nog redelijk bij, hoor, vind ik. Ik hou ze nog redelijk bij. Oh nee, er zit geen checkpoint tussen. Alhoewel, als ik nu niet snel genoeg ga, dan word ik boos. Ik ga ervoor. Let's go. Huh. Oh, als je dat sprongetje neemt, blijf in het midden, want anders kom je ernaast namelijk. Waarom gooi je de Oen zijn horloge uit het raam? Want dan vliegt de tijd. Ja, die kende je al, jammer. eigenlijk niet, René. Eigenlijk niet. Oh, ik zit naar mijn chat te kijken. Je besteedt heel wat tijd in YouTube, maar hoeveel uren in de dag? Als je echt alles zou rekenen, is het gewoon letterlijk 24/7. Want als ik op de wc zit, dan ga ik even jullie reacties beantwoorden. En als ik in bed lig, beantwoord ik ook nog even wat van jullie reacties. En anders zit ik TikTok te kijken, maar... Oh nee, nu ga ik ernaast. Oh! Dat was niet de bedoeling. Het zijn 40 checkpoints ook. Wat? Oh, 40? Ja, 40. En je moet datzelfde stuk weer terug doen. Ik zit nog maar bezig. En dit glibberige stuk is nou niet heel leuk. Maar... We rijden gewoon rustig verder. Oei. Oh, er zit hier waarschijnlijk weer geen checkpoint tussen, net zoals net. Nee, oké. Okay. Zo, ik ga stoer keren, maar daardoor reed ik er bijna naast. Hoppa. Oh, je hoeft helemaal niet snel. Je hoeft helemaal die aanloop niet te nemen, by the way. Welke aanloop? Ja, zeg maar, als je die glibberige platformpjes hebt gehad, dan ga je automatisch dat platform op aan de zijkant. Maar je kan ook gewoon meteen naar boven rijden. Maar ja, heel veel verschil, heel veel verschil maakt het ook weer niet. Hey, het is bijna alsof hij daar vergeten is de checkpoint neer te zetten. Of zo. Ja, maar dat komt omdat je dus dat hele stuk eigenlijk niet naartoe hoeft te rijden. Je kan ook gewoon rustig weer naar boven rijden. Maar maakt niet uit, ik sta vijfde. Ik vind het helemaal mooi. Dankjewel, Chinese naam in de chat. Ja, die kan ik niet oplezen. Ik weet niet hoe die heet, maar dankjewel. Hoe noemt je hond? Zoe. Zoe. Je moet even slippen, Nick. Wat is dit nou weer? Oh, Guido. Ik ben me aan het concentreren. Ja, daarom ben ik wat stiller. Laat me even concentreren. Dat jij nou zo ver laatst ligt. Dat was ik niet. Ja. Oh, nee. Dat was... Bro, ik heb, als ik over iemand praat die laatst ligt, heb ik het niet altijd over jou, hè? Ja, sorry. Hij voelt zich meteen aangesproken. Ja, gewoon instant, hè? Gewoon meteen. Oi, oi, oi. Hij is gewoon gewend als die laatste hoort dat hij moet reageren. Ja, eigenlijk wel, ja. Oh. We hebben Raymond gewoon geconditioneerd hier. Ja, gewoon automatisme. Als je Raymond zijn aandacht wil, dan zeg je laatste. Dan zegt hij ja. Ja. DNF, ja, wat is er? Even stil, stil. Nou, te concentreren hoef je niet daar. Ja, nee, nu. Hoeveel ze sta je? 17e. Je staat hier eens op het eerste scorebord, bro. Hoe is het met de liefde? Gaat helemaal perfect. Niks op aan te merken. Jeetje. Val ik echt op het laatste moment vanaf. Ik ben over de pijlen aan het rijden. Ik ben nu op het eilandje. Oh, daar lig je niet heel ver achter me. Ik ben in de oceaan. Oh, daar rijdt er hier iemand naast. In the water. Ja. Iemand in een kusten probeert me in te halen, maar dan moet je wel doorrijden. Dat is mooi, jongen. Er zit heel langzaam bij die pijlen, moet je opletten, want er zit geen checkpoint tussen namelijk. Oké, ik heb hem gehaald. Nice. Waarmee doet een skelet de deuren open? Een sleutelbeen. Goed zo, jongens. Jullie zijn aan het opletten, man. Let's go. Ja, ik zat net ook al te zoeken naar moppen en ik kwam al tegen. Je zit gewoon mijn chat te lezen om de antwoorden te weten. Nee, jij. Oh. Ik keek op mijn telefoon naar moppen. Toen kreeg je die ook, of niet? Ja. Oh, dat is wel een goede grap. Dat is echt de eerste beste site die ik aanklikte, stond die al tussen.
Te veel, Enrique. Hij vraagt hoeveel Funko poppen kan je hebben. Ik zeg te veel. Oh. Nee, ik vind het leuk om dingen te sparen. Dus vandaar. Oh. En ik dacht, hebben we weer een leuke nieuwe achtergrond. We hebben Lego gehad, we hebben trekkers gehad. Nu hebben we Funko Pops. Met kerst krijgen we natuurlijk weer een kerstachtergrond. Kerstboom. Ja, dan gaan we de kerstboom weer neerzetten. Lampjes erbij, beeldjes erbij, knuffels erbij. Cadeau. En dan vergeet ik waarschijnlijk weer na kerst het op te ruimen, waardoor het in februari nog steeds staat. Maar... Oh, wat doe ik? Ja, ik weet niet wat ik aan het doen ben, want ik ben over Belgische drempels aan het rijden hier, joh. Ik was bijna op zo'n eilandje, maar... Ja, ik ben daar nog, jongens. Oh. Ah ja, ik heb nou die gele pijlen gehaald. Oh, nice. Ik ben nu naar boven aan het rijden. Ik denk serieus dat de finish... Ja, de finish komt er hier aan. 100% zeker. Ik ben volgens mij wel de eerste die... Zeg maar niet de eerste die finish, maar de eerste in een non-custom die gaat finishen. Dat zou goed kunnen. Maar dus deze eigenlijk ben ik dan gewoon eerste. Het zijn gewoon allemaal cheaters. Ja, deze auto kost echt niks, volgens mij. Volgens mij kun je hem niet eens meer halen. Oh. Ik ga niet snel genoeg. Dat doen we even opnieuw. Wow! Oh, ja, hier moet je langzamer gaan. Oké, nice. Ja, de laatste sprong is niet heel mooi. Ah, Quinten stuurt me een berichtje. Even verduidelijken, dit is geen racequit, maar ik moet er vandoor. En hij is nu geliefd. Ja, Quinten is geracequit! Quinten is geracequit! Hij stuurt me letterlijk een berichtje dat hij niet is geracequit, maar dat hij gewoon er vandoor moet. Oh, heerlijk. Kan je zien of iemand in een custom reed? Nee, hè? Oh, jammer. Jammer. Waarom staat er dat ik 0 cash heb verdiend met die race? Wat is dit dan? Ik wil wel wat geldjes verdienen. Oké, dit gaat soepel. Wie ben ik aan het spectaten? Oh, Badmuts. Wat een naam, jongen. Heerlijk. Oh, mensen hebben zulke mooie namen. Je zou maar Fruitjong heten. Even kijken hoor. Jordan, die had nog een 2 euro donatie achtergelaten. Dus dankjewel voor je support, bro. En hij zegt erbij... Jojan Sukel... Wacht, doe even opnieuw. Wat zei je? Nee, doe even opnieuw. Ik weet niet wat eruit kwam. Doe even opnieuw. Jordan, die had nog een 2 euro donatie achtergelaten. En hij zegt erbij... Jojan, super leuke video's voor jou. Doe zo verder. Hey, gaan we zeker weten doen, bro. We blijven lekker doorgaan met alle video's. Blijf lekker van genieten. Blijf lekker liken. Blijf lekker reageren. Blijf lekker bij. En dankjewel voor je 2 euro donatie, man. Mike 0492, ik zal het iets langzaam aan doen, Raymond. Die heeft nog een 3 euro donatie achtergelaten. Die zegt, ja man, maar nog even over farming. Misschien een leuk idee bij een kijker op de boerderij kijken. En kijken of je wat inspiratie kan halen uit zijn boerderij. Lijkt me lachen, kost minder tijd. Zeker een leuk idee. Maar mijn planning is om de serie die we nu hebben gewoon door te zetten. Totdat we gewoon echt alles hebben en alles hebben gedaan. En daarna is het misschien wel leuk om even de boerderij van kijkers te bekijken. Misschien wat bepaalde kortere challenges doen. En dan uiteindelijk weer te beginnen op een nieuwe map. Helemaal met ook iets extra's eraan. Maar ik ga hem wel even opschrijven, idee. Dankjewel, Mike. Is dat tegen die tijd niet weer een Farming Simulator 24 of zo? Ja, volgens mij brengen ze om de 3 jaar. Want dat was, nee, 4 jaar misschien. Want je had Farming Simulator 17, 19, 23... Dus ja, wanneer er weer een nieuwe komt. Ik denk dat ze hier wel heel lang op blijven bouwen. Want het is echt een goede basis namelijk. Maar er komen wel elke keer weer nieuwe DLC's en nieuwe mods natuurlijk. We gaan het zien. Dankjewel Mike voor je support, jongen. Lucas Terra, die had nog een 2 euro supertext achtergelaten. Dankjewel voor je support. En hij zegt erbij, hoe heet een drol die naast de wc ligt? Een mooie schijt. Nee, een drukfout. Oh. Wat zei je nou, een nice schijt? Wat ik zei je? Ik zet een hele andere mop in mijn hoofd, joh. Welke dan? Ik weet het. Ja, dat wil je vertellen. Hij weet het niet, ja, wat zeg jij? Hij weet zo'n poep aan het lullen, letterlijk. Sorry. Je moest ook even. Ja, ik weet niet hoe die ging. Welke planeet is heel blij? Jupiter. Jupiter. Nee, eerlijk, die is ook goed, maar die kende ik ook nog niet. Jupiter. Oh, heerlijk. Oh, wauw. Ja, die is goed. Ja, Raymond, ja. Je moet iets sneller gaan, bro. Ja. Nu zit je weer vast. Dat weet ik. Je hebt toch een DNF, joh. Ja, daarom. Is
Spider-Man 2 gaan we vanaf dag 1 let's playen. Zeker, zeker weten. Word dan druk op Jurassic Play. Zeker. DLC van Resident Evil. House of Ashes moeten we nog spelen. Assassin's Creed gaan we misschien... Ik weet nog niet zeker of we Assassin's Creed gaan spelen. Misschien. Spider-Man City Skylines. Ja, ik heb het allemaal op mijn lijst staan. Ik heb letterlijk alle releases even op mijn lijstje geschreven. Sowieso einde van het jaar ook Avatar. Ik heb er eigenlijk wel zin in. Even, ik vind singleplayer games altijd leuk. Alleen je moet maar net geluk hebben dat het ook een leuke singleplayer game is die je zelf leuk vindt. En die leuk is om op te nemen. Want... Als ik beneden zou zitten, zou ik andere games spelen dan ik hier zou spelen. Dus gewoon als ik gewoon beneden op de bank zit, dan ga ik Mario doen of Armored Core of Final Fantasy of zo. En als ik hier zit, dan doe ik Spider-Man opnemen of City Skylines. Of... Maar spelen we nu op de PlayStation 5 versie? We wisselen het gewoon een beetje af, Dancer. Dus de ene keer spelen we PlayStation 5 versie, de andere keer PlayStation 4 versie. We blijven het gewoon... Ja, dat is mijn schuld. Afwisselen. Ja, en ook Angelo's schuld, want zijn PlayStation 5 is nu kapot, dus... Oh ja. Maar heeft hij zijn PlayStation 4 nog? Of? Ja, maar die doet het ook niet meer goed, omdat de bliksem dus is ingeslagen. Dus waarschijnlijk is er heel veel kapot. Oei. Dat is niet best. Sorry, ik was de chat aan het zoeken. Oh, hier. Hoi, chat! Ik heb net reclame afgekeken. Dat is mijn donatie. Hey, Klaas. Dankjewel, man. Dankjewel. I appreciate it. Heb je soms dat je vast zit in een story game dat je dan op YouTube opzoekt hoe je verder moet? Ja, dat heb ik bij Resident Evil 7. Heb ik gedaan toen we bij die in zo'n appartement zaten met allemaal liften of zo. Toen moest ik even opzoeken wat ik moest doen, ja. Maar voor de rest, in singleplayer games kom je eigenlijk altijd wel met logisch nadenken overal. Als het een lineaire game is, Uncharted, Last of Us, Spider-Man, dan hoef je niks op te zoeken. Dat is gewoon logisch nadenken. Al zoek ik wel soms op, zeg maar, als je... Poeh. Als je Resident Evil speelt of zo, dan zoek ik soms op wat handig is om te weten voordat je gaat spelen. Dus bijvoorbeeld van dit wapen is heel sterk, dan weet ik al een beetje dat ik die niet moet verkopen. Dus als ik dat wel doe, dan wordt iedereen boos in de reacties. Dus ja. Ik zoek af en toe zoek ik wel iets op over een game, maar over het algemeen, laten we zeggen 98%, dat zoek ik allemaal zelf uit. Of soms ben ik een schatkist aan het zoeken en dan ben ik een half uur bezig, knip ik er allemaal uit, want dat zien jullie niet eens. En dan kan ik hem niet vinden. En dan zoek ik hem maar op YouTube op. Omdat ik anders gewoon over een uur waarschijnlijk nog aan het zoeken ben. Dus ja, dat soort dingen zoek ik af en toe wel op, ja. Dat was een lekker stukje. Ik ben er al doorheen. Ik niet. Ik leidde gewoon mezelf af. Zo, ik mensen rijden hard door, joh. Volgens mij was dit ook letterlijk lap 1. Dit was letterlijk lap 1. Het is een stunt. Ik ben nu al lap 2. Wow, yo. Dit zijn snelle baantjes, joh. Dan word ik gelapt, denk ik. Het is wel echt een behoorlijke stunt, inderdaad. Ja, hij is wel echt goed gemaakt, hoor. Ik kan zeggen wat je wil. Oh, Titanium Kiever, die had er geen zin meer in. Die Temp 416 die rijdt ook hard door, man. Oh, Temp, we rijden alle twee tegen hetzelfde markkraampje. Ja, nice. Oké, ik ga nu weer de stunten voor de tweede keer. We gaan... Ik pak die eerste bocht te hard. Wauw. Hoeveel platinum trophies heb je? Ik kan zo even kijken, maar volgens mij 18. Of 16 of zo. Ik speel nooit voor trophies. Ik heb ze ook uitstaan. Dus als ik een trophy haal, dan komt niet eens in beeld. Ik heb überhaupt al mijn meldingen uitstaan. Dus er zal nooit een melding van PlayStation in mijn beeld terechtkomen. Behalve als mijn controller bijna leeg is, dan komt die wel. Maar ja, dat is op zich wel handig. Dat is wel handig. Dit is wel handig, ja. Alleen als ik mijn PlayStation uitdoen, dan zet ik meteen mijn controllers in de oplader. Ik heb gewoon zo'n docking station, weet je wel. Oh, dat is wel handig. Ja. Ja, meestal zet ik langer te geven dan de accu life van mijn controller. Dus ik heb hem gewoon meestal gewoon aan de kabel. Dat had ik ook, totdat ik elke keer gewoon dingen van mijn bureau aftrok omdat die kabel er nog aan zat. Ik heb letterlijk de stunt helemaal het laatste rechte stuk gefaald. Oh, lekker bezig. Ik heb hem ook niet gehaald. Echt lekker niet? Bezig.
Er zit zo'n stukje in, dan verandert hij super. Gaat hij van links, rechts, links, rechts. Want hij is super snel van richting. Dat is wel even tricky. Oh ja, ik heb er niet zo'n last met die stunt. Alleen ik weet niet wat ik daar net op het einde deed. Zo'n snelle baan hoor ook. Wow. Ik ga weer bijna op het einde ernaast. Wow, dan moet je namelijk even terugsturen. Ik heb hem weer gehaald. Nog één keer te gaan. Ja. Oh, het zijn 3 laps. Ja, het zijn 3, ja. Ah. Ja, ik zag dat het maar 1 minuut duurde per lap, maar ja, als je faalt, dan is dat geen 1 minuut meer. Wat zegt Liam als hij met een limousine in het water rijdt? Nu ben ik limonade. Dat heeft hij echt letterlijk gezegd in een video van vroeger. Nou ja, dat heeft hij echt... Ik denk dat het een jaar geleden of zo, hadden we een limousine race. En toen reed hij in het water, want het was boven het water, zei hij... Nu ben ik limonade. Oh, dat is echt heel slecht, hoor. Ja, ja, klopt. Nice. Maar hij was wel goed. Zo droog, joh. Ik vlieg steeds uit de bocht. Oh, ik ben voor de derde keer bij de stunt. Heb ik jou gelapt, Raymond? Of? Ja, je hebt mij gelapt. Nice. Heb je al 1 lap gehaald? Ja, ik ben in lap 2, maar ik vlieg 3 keer uit de bocht. Lekker bezig. Dan heb je nog niet gelapt. Ik heb je pas gelapt als ik die stunt haal. Oh, nee. Je gaat me niet. Hey, ik rijd er bijna naast. Mooi. Ja, ik reed er ook bijna naast, joh. Nou, je gaat me sowieso wel lappen, want... Ja. Ja, misschien faal ik hem nog. Nee, grapje. Ik heb hem gehaald. Hoppa! Raymond gelapt. Ik Let's ga go. Naar beneden. Ik heb nou ook de stunt gehaald. Heb ik ook Raymond gelapt. Lekker bezig. Dan ben jij ook bij de finish, of niet? Ja, ja. Lekker. 8e plekje. Vlieg ik er weer uit. Hoppa, ik heb een ongedraaide 9. 6 namelijk. Hoppa. Ik heb een omgedraaide 8. Nog steeds een 8. Ja. Ja, die vond ik wel leuk. Ja. Ja. Goeie. Mike, die had nog een keer €3 gedoneerd. Dus dankjewel Mike voor je support. Hij zegt, inderdaad, Farming is een hele goede game. Eerst was het om de 2 jaar, nu om de 4 jaar dat er een nieuwe Farming Simulator uitkomt. Eigenlijk alle Farming gespeeld vanaf 2011. Heerlijk en tijdloos spel. Lekker rust geven tussen alle shooters door. Daar ben ik het helemaal mee eens, bro. Lekker, lekker chill, op je stoeltje onderuit gezakt. Je hoeft niet te concentreren. Satisfying te werk gaan. Beetje mods downloaden. Leuke game. Dankjewel voor je support, Mike. Dankjewel voor al je donaties, man. Jippie heeft nog een keer €3 gedoneerd. Of voor het eerst €3 gedoneerd. En hij zegt erbij, hey Jan, ken je me nog? Ik ken zeker beter een Jippe, maar ik heb geen idee of jij die Jippe bent. Want er komen wel meerdere Jippes in de stream langs. Maar ik ken je zeker nog een Jippe. Ik ben even kort geleden online gekomen en moet gaan slapen, want ik moet om 4 uur alweer op. Hey, wel te rusten, slaap lekker. Je kan altijd de stream terugkijken. En heel veel succes morgen met hetgene wat je gaat doen. Waarschijnlijk werken, maar succes ermee, man. Zack Gaming NL, die had nog een keer €7 gedaneerd. Dus dankjewel voor je donatie. High five voor jou. En hij zegt erbij... Waarom hadden ze de wifi uitgezet op de boerderij? Nou? Nou? De koe zat alleen maar muziek te downloaden. Hij is wel een beetje achteruit gegaan met de grappen, moet ik zeggen. Ja. Zack Gaming. Nee. Je moet weer even een niveau omhoog halen. Nee, deze was echt te slecht. Ik durf het gewoon niet. Dankjewel, Sack Gaming. Ik ga het ook niet doen. Ik moest mijn lachen inhouden, want hij was echt, echt heel slecht, man. Hij is echt heel Muziek. Muziek te downloaden. Ja. Oh, dat heerlijk. Dat ook weer uit. Ja, dat is net als die grap die ik jou laatst ook vertelde. Van waarom werd de duif opgepakt door de politie? Nou. Roekeloos rijgedrag. Vanwege roekeloos rijgedrag. Ja, heerlijk. Nou, die anderen waren wel echt goed van Zack Gaming. Dankjewel bijna weer voor je donatie, jongen. Dankjewel voor je support. Jippie die heeft nog een keer €3 genist. Hey Jan, ik ben de Jippie die je meer dan €200 in de stream heeft gegeven. Dan weet ik zeker weten welke Jippie je bent. Van alweer een tijdje geleden. Maar dankjewel opnieuw voor je support, man. Maar niet meer opnieuw doen. Hou je geld lekker in je portemonneetje. Oh. Lekker de stream kijken. Lekker chatten. Misschien wel lekker meedoen. En mocht je willen doneren, doe dat dan zeker zaterdagmiddag. Want dan gaat het geld gewoon meteen naar het goede doel. Dus dan support je hun ook weer mee, natuurlijk. Dankjewel. Dankjewel, Jippe. Dankjewel.
Ik heb yo, Angelo! Angelo, de PlayStation Breaker! Yo, Angelo! Hij wordt meteen op het matje geroepen, heerlijk. Ik weet niet wat Joppe in de chat zegt, maar ik ga het niet eens hardop lezen. Wat? Nee, dat is goed, Joppe. Joppe, ja, bro, ik denk dat dit het verkeerde platform is, ouwe. Ik wou zeggen, die alles goed die we vragen, dat is niet gewoon om te kijken hoe het gaat, maar dat is omdat we ons oprecht zorgen maken. Nou, op zich. Nee, Raymond, hou je mond, ouwe, ga heen. Purple Menace. Zullen we twee laps doen, jawel, toch? We doen nog gewoon twee. Ja, zijn eerste ribbon stunt race. Eerste stunt race. Stay in the middle. Ja, dat is meestal bij stunt race. Ga je House of Ashes alleen spelen? Ja, ik speel alle Dark Pictures games alleen. Ja, lock de T20. Ik kan gewoon mijn krier pakken. Ik pak wel de T20, want ik vertrouw er niks van. Motion die vraagt, ben je dit jaar niet op Gameforce? Ik ben niet op Gameforce België. Maar hoe het er nu uitziet, ben ik wel in. Aanwezig. Bye. Op Gameforce Nederland op de zaterdag. Zondag weet ik niet. Zaterdag wel. Mocht je langs willen komen. Als ik meer weet, dan laat ik het sowieso weten in de video en in de aankondiging. Maar dan hebben jullie alvast een beetje intel. Hey, tot de volgende keer, Jelle. Dankjewel voor het kijken, jongen. Mike die had nog een 3 euro donatie achtergelaten. Zegt, hey Jan, ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig hoe lang ik al gesub ben op jou. Kan je dat zien? Dat kan ik... Kan je zelf ook zien? Dat kan je zelf... Ja, weet jij waar dat... Jongens, waar is dat contact aan? Wie is de host? Wie heeft contact aangezet? Dat ben ik niet. Gast erop! Ik ontweek echt iedereen. Echt? Dan heb je echt geluk, joh. Als jij... Nee, even voor die... Lekker wezen, nee, Nederland. Jongen, het smaakt niet bok. Hoor je dat? Luiwaard ga ik niet beuken, want die is aardig. Oké, wacht. Als je op Google intypt... YouTube subscriber history of zoiets... Dan krijg je volgens mij al de eerste beste link. Weer voor klikken en dan gaat hij een soort tutorial laten zien van hoe jij je kanaal op openbaar zet. Oh ja, dat is inderdaad waar. Als je je kanaal op openbaar zet, dan kan ik zien hoe lang je geabonneerd bent onder een video. Dus niet in een stream. Dan kan ik onder een video zien hoe lang je geabonneerd bent. Nou, dat kan je dan zelf ook zien als het goed is, want... Zelf kan je dan ook opzoeken. Ja. Ik heb die stunt gewoon gehaald. Ik zat heel de tijd in iemand zijn slipstream en ik hield een beetje afstand. Maar ik heb hem wel gewoon erdoor gehaald, man. Wow, yo. Nice. Hey, dan zie ik je samen. René, laat weer even weten als je er bent, man. Stuur even een DM'tje of zo, dan kan je weer langskomen. Krijg je weer opnieuw hetzelfde kaartje als vorig jaar. Maar, ik heb geen andere kaartjes. Daar heb ik al een stuk of 100 van. Ja, jij wel, ja. Maar leuk. Dus ja, wie. Wie weet zie ik jullie daar wel. Maar ik zal sowieso nog een goede aankondiging plaatsen hoor. Als ik zelf ook wat meer informatie heb. Weet je, in de livestreams... kom je altijd meer te weten over van alles en nog wat. Dus moeten we wel een beetje intel droppen, hè? Ja, het is voor andere mensen ook gewoon extra incentive om bij de livestream te zijn. Oh, hier zit een gat. Wat is grijs en zit in een boom? Een kanarievantje. Wat? Ik wil hier niet om lachen. Wat is dit voor grap, man? Ik wil hier niet om lachen. Die is zo slecht, bro. Een kanarievantje. Oh. Nee. Ik zit hier met zo'n lachsmoei, maar ik ga niet lachen hierop. Bro, die kan echt niet. Oh, ik rijd naast een stunt, ouwe. Dat meen je niet. Een kanarie. Oh. Nee, die kan niet. Nee. Nee. Yo, Sian, welkom bij de stream. Yo, Mikey, welkom bij de stream. Het is ook zo'n slecht niveau. Nee, maar... Oh, dankjewel voor de donatie, bro. Nee, wat? Oh, ja, nee. Tegen wie knalde ik aan? Niet tegen mij. Oh, ik werd echt vol de body stunt de lucht in gelanceerd. Oh, ik heb hem weer voor de tweede keer gehaald. Nice.
Ik ga nou voor de tweede keer pas stunten. Hoe laat is het dan zo'n olifantje op je hek gaat zitten? Nou, wat dacht je? Van een hek kapot? Ja, hij zet zijn antwoord er niet bij, dus ik weet het ook niet. Tijd voor een nieuw hek. Oh, tijd voor een nieuw hek, ja. Een kanarifantje. Ja. Hoeveel sta ik nou eigenlijk? Zeg ik nou vijfde? Ul. Dat wil ik helemaal niet. Jij moet vierde staan, hè? Ja, oh, wacht, nu sta ik opeens derde. Daar klopt helemaal niks van. Wow, yo, oh, ik heb een randje. Ik doe hem even achteruit. Dit is niet cheaten, chat. Dit is wat er gebeurt als je een randje krijgt. Dan haal je gewoon zo. Hoppa, checkpoint gehaald. Liam die heeft al een nieuw scherm, jongens. Ik zag dat ik zaterdag iets voor Warshot ga doen. Ja, zaterdagmiddag om 2:00 gaan we live voor het goede doel. Met z'n allen. Iedereen zit dan op mijn kamertje. Dat was echt... Nou, ik weet nu al dat het echt... Ik wil niet eens weten hoe dat gaat. Oh, waar halen robots hun boeken vandaan? Bij de blip-blippotheek. Oh, wacht. Even opnieuw. Bij de blip-blippotheek. Hey. Oh... Ja, dat is inderdaad wel een beetje ver, Motion. Oh. Waarom nam de kip een selfie? Omdat ze wilde laten zien dat ze een iPhone heeft. Nice. Nou, dan heb ik er ook nog één. Ja. Dit is echt mijn niveau. Nou? Wat krijg je als een iPod kapot gaat? Wat krijg je als een iPod kapot gaat? Kapot. We gaan verder. Een kapot in plaats van een iPod. Waarom vliegen vogels 'swinters naar een warme bestemming? Hij gaat ook gewoon door, hè? Dat is makkelijker dan lopen. Ja, ik ga gewoon door. Raymond, echt. Ja. Wow, yo, jongen. Ik dacht, ik ga er gewoon overheen praten. Dat kan echt niet. Nee, het is... geel, en als je het in je oog krijgt, dan ga je dood. Ja, die kan je beter niet hardop zeggen. We doen een blikje verf. Een trein. Ja, hij gaat het zeggen ook. Wat een man, jongen. Dan stop het van snelheid. Een slak die uit de bocht vliegt. Nice. Even kijken, hoor. King Jeff, die had nog een 2 euro supertanks achtergelaten. Dus dankjewel voor je support, jongen. Hij zegt, wat is blauw en zit op een hek? Verf. Goed zo. Dankjewel, King Jeff, voor je donatie, jongen. Dankjewel voor je support, man. Geniet lekker van de stream, jongen. Jippie heeft nog een keer een 20 euro donatie achtergelaten. Dus jongens, drop eventjes een weltrust in de chat voor Jippe. Want hij zegt erbij, nou Jan, ik ga slapen. Een hele goede avond nog. Bye-bye. En Jippe, 1, 2, 3, 4, hij is 5 van mij. En als je heel even wacht, zegt de chat allemaal tegelijkertijd in koor in de chat. Weltrusten. Als nu niemand wel trusten zegt, dan sta ik echt voor lul, maar... Dankjewel, Jippe, voor je support, man. Slaap lekker, bro. Twan030, die heeft nog een 5 euro donatie achtergelaten. High five voor jou. En hij zegt erbij, terwijl ik even 2 laps aanzet, denk ik. Jawel. Hij zegt erbij, meer Farming Simulator. Deze week komt er sowieso weer een nieuwe aflevering online, Twan. Dus dankjewel voor je 5 euro donatie. Geniet lekker van de stream, geniet lekker van de video's. En dankjewel voor je support, man. Dankjewel. Kijk, zie je wel. Oké, meer mensen zeggen dat. Dus. Dankjewel, chat. Dankjewel, chat. Jullie hebben mijn back nog steeds. I appreciate it. Er gaat een dag komen dat ik zeg... Kunnen jullie allemaal even in de chat... schoenveter zetten? En dat niemand schoenveter in de chat zegt. Glitterband. Klittenband. hoi, die had nog een 3,11 euro donatie achtergelaten. En hij zegt erbij... Thanks voor de donatie. Ah, het is een mop, maar die kan ik niet hardop lezen. Dankjewel, hoi. Dankjewel voor je 3,11 euro donatie. Dat is ook wel een hele specifieke donatie, maar dankjewel voor je support. Dat soort grappen kan ik niet hardop lezen. Die van Guido ging al een beetje ver, maar... Sorry. Deze, maakt niet uit. Deze, die gaat hem niet worden. Het is zwart en als het uit de boom valt, dan gaat je kachel kapot. Dan gaat je wat kapot? Je kachel. Wacht, wil je maar opnieuw... Een meteoriet? Nee. Je kachel. Huh? Oh, ja, thanks, chat. Kijk, chat, jullie hebben mijn back nog staan. Iedereen zegt schoenveter in de chat nu. Dank jullie wel, chat. Dank jullie wel. Guido, ik snap hem niet.
Nee, want dat is... als dat boven je niveau gaat, dan gaat er echt iets verkeerd in je hoofd. Maar ik hoorde het begin niet. Daarom zei het is zwart en als het valt is je kachel kapot. Je kachel. Die lach die kwam echt 5 seconden later. Wow, yo. Zo. Ja. Nou. Ik zal een beker tegensturen in die stunt, jongens. Ja, dat. En met een beetje bedoel ik gewoon helemaal vol naar links sturen, want anders haal ik hem niet. Violence is geliefd. Hij heeft zijn naam veranderd in Silence. Sorry. Oeh, die was al poëtisch. Ja. Af en toe mag het. Oh, ik ga naast de checkpoint. Oh, ik ga naast de platform. Oh nee, ik heb de checkpoint. Wow. Ik heb steeds bij dat laatste stukje waar je over dat zo'n kudo-bord moet rijden, daar ga ik ernaast. Dat is niet de bedoeling, hè? Maar ik doe het gewoon daarvoor zo goed dat ik er hoog uitkom. Nice man, nice, ik ben trots op je. Oh, ik heb hem. Ja, let's go. Zo, dit gaat snel, jongen, deze stunt. Woppa! Maar volgens mij hebben we deze race echt in het verre verleden al een keer gedaan. Ziet er wel cool uit. Jawel, deze hebben we serieus al een keer gedaan, maar dat is echt, echt lang geleden. Ik weet dat we deze keer hebben gedaan. Ja. In een video. Maar meer weet ik ook niet. Er komt me bekend voor. Ja, ik weet wel dat we een soortgelijke race pas geleden nog gedaan hadden, toch? Wij hebben zoveel race gedaan, ik heb echt niet. Wat noem je een koud ijsblokje? Een ijsblokje. Ja, het niveau, jongens, het niveau is nu echt weg. Nu gaat het echt helemaal nergens meer. Oh, yo! Dankjewel voor je donatie, bro! Allemaal even de voetjes omhoog. Niveau met honderdbal. Ja. Leuk. Ik ben blij dat ik niet hoorde wat je zei, maar player Dean die stuurt, dit is geen race quit. Misschien wel. Hij is geliefd! Het is geen race quit, misschien wel. Player Dean, lap. Oh, heerlijk. Even kijken, ik zit tegelijk naar het ding te kijken. Mike die had nog een keer 3 euro geneerd, zegt erbij, Jojan, ik kan het niet vinden, zou jij willen kijken? Kan ik nu niet doen. Maar dan moet je even onder de video van morgen even reageren met, hey, ik ben Mike, kan je even kijken hoe lang geabonneerd ben? En dan kan ik hopelijk, als ik op mijn computer zit, kijken. Zo. Dus dan moet je even morgen even reageren onder een nieuwe video, want op dit moment gaat het me niet lukken en na de stream ben ik het 100% zeker vergeten. Want dan ga ik lang levende liefde kijken. Nee. Wat? Nee, jawel. Kijken, nee. Jawel, elke dag, kijken. Bro. Maandag tot vrijdag. Wat zit ik met het judgen? Hij zit hier echt op zijn kamer van... Oh, bro. Bro, kijk. Ja, maar even zie je? Kijken. Zie je? Kijk jij dat serieus? Ja? Oh. Wat? Oh. Wat? Nee. Wat is er mis mee? Ik ga jou opgeven, hoor. Jongens, kom, we gaan Raymond opgeven voor langlevende liefde. Dan zeggen we bij de beschrijving dat hij een partner zoekt met ook min 11 van zijn ogen. Oh, ik dacht ik. Bedoelde. Goed, Jan. Hey. Ja, wat? Ja, ik vind dat wel een strak idee eigenlijk. Ja, dan gaan we na de stream even... Dat ga ik niet vergeten om na de stream even in te vullen. Nee, tuurlijk niet. Wat is je achternaam? Banaan? Oh, kijk, joh. Met Twitch-naam erbij, hoor. Wat is die groen? Raymond, zijn naam is er een Raymond de Baan. Ik ga echt gewoon, er staat in het beeld, Raymond Banaan. Hoe oud ben je? Bijna 20, dus ik ben nu 19. Raymond Banaan, bijna 20, maar nu 19. Hè? Huh? Hey, Mike. Dankjewel voor je 3 euro donatie, jongen. Dankjewel voor je support. Hoi, die had nog een 25 euro donatie achtergelaten. Dus sowieso 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 voor jou, jongen. Hij zegt, maat, ik ben bereid om jou heel veel geld te geven als je voortaan meer GTA-video's maakt met iedereen erbij en iets minder politiek correct te zijn. We zijn sowieso niet politiek correct, alleen ik ga niet bepaalde grappen oplezen. Dat is letterlijk het enige. Voor de rest praten we ook letterlijk overal over. Waarom staat badmuts stil? Dus als je iets wil vragen, wees vrij om te vragen. Maar, nou, dat had ik eigenlijk, dit had ik beter niet kunnen zeggen. Maar, ik zie in de chat, min 11, dan heb je geen bril nodig, maar een hond en een stok.
Nee, hoe wat is je sterkte echt in Raymond? Min 8 of zo? Nee. Het is, ja, dat was het eerst, maar het is nu min 6 geworden. Zo, het is gewoon beter geworden. Ja. Wow, hij wordt oud, jongens. Hij wordt oud. Hey, dankjewel sowieso voor al je support, Hoi. Dankjewel, man. Dankjewel. Dat is top. Weet je, zolang het gezellig blijft, vind ik altijd alles helemaal goed. Daarom. Ik haal het ook niet. Het is geel en lijkt op een banaan. Een citroen. Ik kan, ik kan één minuut even niet meer naar de chat kijken, want dit kan echt niet meer, man. Wow, dit stimpels gewoon zo grappig. Nee, dit was echt niet grappig, ouwe. Echt totaal niet gewoon. Ja, hij gaat deze man gaat helemaal stuk houden. Wat is dit nou weer dan? Ik heb het ook warm. Oh, ja, ik heb het ook echt warm, ja. Ja, sorry. Ik heb maar min 3. Ik heb min 4,5 en min 4. Ja, ik ben gewoon niet. Ik ben gewoon niet symmetrisch. Ik kan er ook niks in doen. Een citroen. Mijn ene tiet is ook groter dan mijn andere tiet. Weet je, iedereen zijn ding. Maar daar hebben heel veel vrouwen last van, hè? Wat is dit nou weer, Guido? Nou. Mike, ik had gezegd dat je morgen even moet reageren onder de video. Dan kan ik het kijken. Dus morgen een nieuwe video, even reageren. Dan kan ik even checken voor je. Hey, fastest lap. Let's go. Ik ben badmuts. Kan er geen kloten van. Hey. Je bent wel eerlijk, bro. Eerlijk is eerlijk. Je bent wel eerlijk. Daarom stond hij stil. Hij kon die stunt niet aan. Hij geeft het wel eerlijk toe. Ik ben badmuts en ik kan er geen kloten van. Oh. Jesse zegt in de chat: wat is het toppunt van zieligheid? Voor het eerst meedoen in een video van Jan en dan de remklis verpesten. Waardoor je per ongeluk race quit. Nice. Ooit op een dag krijgen een revenge, Jesse. Ooit. Goed zo, Mike. Goed zo. We hebben een vogel die op een banaan lijkt. Die is ook zo slecht. Een zwanaan. Nee, daar kan je ook echt niet van zeggen. Jawel. Nee. Een zwanaan. Hij gaat ook heel goed. Ja, maar hoe kom je daarop, bro? Wat is het? Ik weet bijna. Yo, what's up? Yo, double TT. Welke auto? Oh nee, ik moet even een beukauto hebben. Want het is een... Oh, wacht, ik pak gewoon de EC. Nee, dit is de verkeerde. Kan je de EC pakken? Ja. Let's go. Ik heb de EC. Heb ik per ongeluk GTA gezet? Ja. Nee. Kut. Dit wordt echt een ramp. Nee, maar dat is per ongeluk gegaan. Nou, even allemaal ammo kopen. Ja, ik ook. Meen je niet. Hé, hey, wat rusten, Matthias. Captain Spooky heeft nog een 5 euro donatie achtergelaten. Dus high 5 voor jou. Hij zegt erbij, hier een raadsel. Hoe noem je een zielig broodje dat kan toveren? Toverbrood of zo. Nee. Een sandwich. Oh my god. Ja, die is wel goed. Dan kan je kan hem ook nog vervormen. Ja. Oh, nee, ja, die kan echt niet. Oh. Ik word meteen van die baan afgeduwd. Heerlijk dit. Nou, ik sta laatste, jongens. Succes ermee. Ik heb per ongeluk misschien GTA-modus aangezet. Als we gewoon allemaal in de auto blijven zitten, zou ik het zeer op prijs stellen. Hoeveel laps heb ik aangezet? Oh, 2 maar. Oh, mensen gooien bommetjes. Nee, ik was het vergeten. Oh ja, ik zie inderdaad overal bommen liggen. Ik ruik van de baan. Ik heb iemand achter me ontploft. Ik lig nu 4. Ik moet gewoon zo snel mogelijk doorrijden. Dat is mijn enige kans. Ah. Oh joh, iedereen blaast elkaar op hier. Ik zit ook gewoon bommetjes te gooien hoor. Dikke vinger. Oh, nee! Wie blaast mij op? Hey, dat was Raymond! Waarom blaast je mij op? We lagen... Nee! Weet ik veel dat jij daar rijdt. Ja! Kan gebeuren. Kan er best overkomen, Jan. Ik gooi een bommetje, maar ik kan hem niet laten ontploffen. Wacht! Heeft er iemand... Oké, ik heb die persoon achter me. Iets van een speciale auto of zo. Bro, ik zit nu al in lap 2. Ik ben hier eigenlijk wel blij om. Iemand heeft iets van een speciale auto met... van die sticky mines of zo.
Nee, bro, ik kan mijn bommetje niet laten ontploffen. Nee! Ja, dit is echt nee. Ik wil zo snel mogelijk finishen, ouwe. Maar snel ik kan langs, niet snel langs. Ik gooi nog even snel wat proximity mines nemen, want dat is grappig. Zo, hier eentje. Hier eentje. Oh, ik rij me naast de baan. Dat kan ook, ja. Wacht even, Musty, niet meer opblazen, alsjeblieft. Dit is echt. Wacht, moet ik nou nog een rondje? Oh, ik kan. Wat? Ik kon niet sturen! Dat had ik net ook. Wat de heck? Ik kon niet. Nee, wat is dat? Huh? Wat is dit? Oh, nee, dat komt door. Nee, dat komt door die oliebommen, inderdaad. Ja. Die arena-auto. Ja, dat komt door die oliebommen. Dan heeft iemand een speciaal voertuig of zo. Bro. Ja. Oh, Niels, lekker bezig, bro. Ja, weet je, ik ga wel finish. Ik ben er bijna. Ik zit alleen maar te driften. Oh, ja. Ja, dat komt door die bommen. Dus kijk uit. Oh, ja, hij gooide een stikje op me die ging mis. Sorry, Musty. Ja, oh, ja, ik kan weer niet sturen door die oliebommen, jongen. Hé, dan ben ik nog tweede ook. Echt? Oh, yo. Ja. Oké, okay, GG. Ik ben vierde. Let's go. Lekker, lekker, nice. Lekker. Hoe stream je vanaf je PS5 met OBS? Niet. Nou, heb je een capture card voor nodig en heb je een computer nodig en dan heb je OBS nodig. Ja, deze man die gooit volgens... Nee, Badmus die vliegt ook naast de baan. Iemand gooide van die oliebommen, dan kan je niet sturen. Het is wel voor het eerst dat ik zie dat dat werkt. Ja, want even kijken wat voor auto iedereen inzet. Welke dat er dan is. Oh, oei. Welke hond loopt er naar de hoek als de bel gaat? Een bokser. Ja. Ik ga geen grap meer oplezen. Dit was te laat. Nee, dit... Die nee. Vond ik ook echt gewoon... Nee. Nee. Ja. Dankjewel nog, Captain Spooky, voor je 5e donatie, man. Ik had het nog niet gezegd. Dankjewel. Ik heb alles behalve de capture card. Nou ja, dan moet je even sparen. Zo, Raymond is zelfs gefinished. Wow, joh. Oh, nee, niet. Hij moet nog... Nee, jij moet nog een rondje. Hij moet nog een rondje. Gaat goed, ja. Jongen. Je kan nog finishen. Wat doe jij? Waar moet ik finishen dan? Ja, oh, nog een heel rondje. Ja, nu kan je niet meer finishen. Gaat hij een rondje rijden? Nee, je kan dit. Nee. Echt wel. 1. Dit is toch een rondje. Oh. Ja, dit was letterlijk... Nou ja. Raymond heeft alsnog een DNF. Ik was helemaal blij dat ik was gefinished. Maar je hebt alsnog een DNF. Ja. Sorry. Nice. Je hebt je best gedaan. Goedenavond, Roon. Welkom. Hoe kan iemand 9 dagen zonder te slapen? Ik zie het antwoord al. Je slaapt 's nachts. Oh, welke capture card gebruik jij? Ik gebruik de Elgato HD60S. Hoe duur is die? Tussen de 120 en 180 euro, denk ik. Zijn best wel prijzig hoor, capture cards. Plus, als je wil beginnen met streamen, dan hoef je niet meteen een computer te kopen. Hoef je niet meteen een capture card te kopen. Je kan ook gewoon beginnen met streamen met PlayStation Live functie. Want je kan ook via PlayStation gewoon streamen naar YouTube of streamen naar Twitch. Gewoon via PlayStation zelf zit een speciale optie op. Ja, gewoon via de share-knop en een live-uitzending of zoiets. Ja, ja. Dat werkt net zo goed eigenlijk. Alleen je hebt geen webcam of dingen wat er... Nee, ja, dat is het enige. Nee, maar ja, om te beginnen en om te kijken of je het leuk vindt, dan is het wel een goeie. Want je hoeft niet meteen... Nou, het is een computer, 1500 euro, capture card, 200, een microfoon, een camera. Je hoeft niet meteen 2000 euro uit te geven. Klopt. Ja, precies. Ik ben een beetje laat, maar heb het ontzettend druk tijdens het studeren van automonteur. Hey, succes Jeff, hey, succes ermee. Ik weet dat ik er altijd bij ben, bro, dus helemaal niet erg. Gewoon lekker je ding doen. En je kan altijd, als je videootje mist, is ook helemaal niet erg, toch? Er staan genoeg video's online. En als je dan een keer verveelt, dan denk je, hey, die had ik nog niet gekeken. Dus kan je nog kijken. Wat zit in de klas en stinkt? De Rio-leerling. Ja, die was ook wel goed. Die ken ik ook nog niet. Die was ook goed. Oh, we hebben wel vandaag goede grappen. Je kan zeggen wat je wil, hoor. Ja. Oh, daar hebben we vandaag echt wel goede grappen tussen gezeten. Ook echt gewoon hele slechte, maar... Meestal zijn het alleen maar hele slechte. Dus ik vind dat... Ik moet er vaker door de week gaan streamen. Dan zijn de grappen beter. Wajo. Oh,
Ja. Ik sta naar mijn chat te kijken. We gaan zaterdag Mario Party doen. Samen met mijn vriendin, samen met Jordi en samen met Liam. Die allemaal hier in dit kamertje zitten. Dus we moeten sowieso even kijken hoe we 4 stoelen in dit kamertje gaan krijgen. Maar dat kunnen wij wel. En dan gaan we er alles aan doen dat Jordi niet wint. Het is wel de eerste keer dat we op de Nintendo gaan streamen volgens mij. Dus ik ben heel erg benieuwd. Oh, dat was een hele scherpe bocht. Ik kon niet meer remmen omdat er een hobbeltje van tevoren zat. Die is wel heel scherp, ja. Ja. Ik denk de laatste Mario Party die ik heb gespeeld was nog op de Nintendo DS. Echt? Oh bro, wij, yes. als wij gewoon een weekendje chillen met z'n allen. Wow. Als wij gewoon een weekendje chillen met z'n allen, spelen we altijd Mario. Oké. Okay. Ja, hoe laat ga je zaterdag live? 2:00 s'middags. Dus zet het in je agenda, zet een wekkertje. Als je wekker op 2:30 zet, kan je even plassen. Even drinken pakken, kan je er klaar voor gaan zitten. Waarschijnlijk lopen we toch uit, waarschijnlijk starten we iets later. Dus je kan beter gewoon je wekker op 2:00 zetten. Ik heb mezelf langer dan vandaag. Hé! Hey! Ik weet welke race dit is! Ach, ik weet niet of jij toen meedeed, Guido. Dit is een race. Ik denk het niet. Deze heb ik met Rijn in zijn video gespeeld, maar toen was hij geglitcht. En toen waren al die platformen veranderd in blauwe muren. Deed jij toen mee, Guido? Denk het niet. Oh, en toen probeerden we deze walrijd dus te halen, maar nu zien we de echte platform, die dus horen. Oh ja, want als er blauwe muren zijn, dan is hij niet te doen. Nee, ik had hem dus wel 2 keer gehaald. Oh, terwijl nice. Er ook allemaal gaten tussen zaten. Dit kent denk ik bijna niemand. Oh, ik weet welke race het is, ja. Dat is wel awesome. Ik zit sinds bij dat knikje dat ik ernaast ga. Maar gewoon rustig uitrijden. Je hoeft niet heel snel te gaan. Ik kan gewoon chill doen. Dit weekend ga ik geen Gameforce, nee. De België versie ben ik niet. De Nederlandse versie ben ik wel. Sowieso op de zaterdag, maar ja, er komt nog een aankondiging over. Dus houd het even in de gaten op mijn kanaal. Nee! Ik zal hem even concentreren. Ik heb hem. Ja, ik ben ook al even aan het... Ik sta 7e, maar ik wil hem eigenlijk nu gewoon in 1 keer halen. Zijn wel vet... wat zijn dit? Vrachtwagens of zo met gravity erop? Of... Ja, van die... Het zijn ook nieuwe props. Van die neon trailers. Oh ja, volgens mij is dat ook gewoon weer geglitcht. Maar het is wel vet. Het is wel vet. Ja. Ik ga zeggen wat je wil. Het is wel vet. Ja. En... Woppatee. Nice, ik heb hem ook gehaald. Oh. Awesome. Dit is wel de laatste race die ik in de playlist heb staan. Dus ik moet even snel een nieuw playlistje aanmaken. Dan kunnen we nog... ja, niet heel veel meer, maar dan kunnen we misschien nog 2-3 races doen. Dus ik ga even een nieuwe playlist maken. Jojo, ik ken je al super lang. Hey, awesome om te horen, bro. Je bent ook bijna even oud als mij, dat is mooi. Als ik me herinner, was jij de eerste Call of Duty speler met de snelste mop ooit. Ik was in Modern Warfare 3 de persoon met de snelste... Esselpack Moab. 99 seconden. En volgens mij staat het record nog steeds. Want niemand die met een Esselpack speelt. Want iedereen speelt met Specialist. Dus volgens mij... Ik heb nooit gezien dat iemand dat wereldrecord heeft verbroken. Nice. Wist ik helemaal niet. Ik probeer te leave hem. Oh, hij doet het. Ah nee, DNF zal gaan lopen. Wat is het verschil tussen een sneeuwman en een sneeuwvrouw? Sneeuwballen. Ja. Sneeuwballen. Ja. Ja, die is leuk. Misschien playlist met mijn race. Ik kan dat niet zo heel snel vinden, Matthias. Of je moet nu uit je kop weten, boom, het is die titel. Maar ik pak waarschijnlijk gewoon even random races. Een vader was met zijn kind de auto. Zegt het kind, kan je volgende keer ook een spons gebruiken, papa? Oh, wow. Wat is dit voor grap? Yo! ja, die vond ik wel echt leuk. Ah, die kan echt niet. Zo? Wow, yo. Oh, ja, okay, ik ga deze stream opslaan, man. Wow, yo. We hebben echt goede grappen gehad. Een highlight van maken. Ja, een TikTok grappen. Een grappen TikTok. Wow, yo. Moppetapper. Ja, die was wel echt goed. Wat doe je in je vrije tijd? Met de hond lopen? Of een spelletje spelen? Of een film kijken? Of weg? Chillen? Oké, welke race doen we? Ik heb hier een...
een DNF parcours special. Let's go. Dan heb ik hier een Trop Hall. En ik heb nog een Lana Hawks. Oké, okay, let's go. Ik heb geen idee wat het is. Ik heb geen idee met hoeveel spelers het kan. Daar gaan we nu achter komen. Oh, dat kan je zien, hè, hoeveel spelers. Dat is misschien nog wel een goeie. Even kijken. 16, 30, 30. Oké, okay, weet je, we gaan hem gewoon doen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ja, ik heb gedoneerd. Ik weet niet of je het zag. Dat heb ik inderdaad niet gezien. Dus ik ga er even voor zitten. Want Nick, die had nog een 1 euro donatie achtergelaten. Sowieso, bedankt voor je support, bro. En hij zegt erbij... Dankjewel voor je donatie, bro. Was dat een grap? Hey Nick, geniet lekker van de stream. Ja, dit slaat ook weer helemaal nergens op, gewoon. Ik zou je even inviten, jongens. Moet je even zeggen, als je er inviten hebt, dan kan ik ook de crew nog inviten. Nick, die had... een andere Nick, die had ook nog 5 euro gedoneerd. Dus sowieso high five voor jou. En hij zegt erbij... Johan, dit is mijn eerste donatie ooit. Ik heb een mopje. Nou, weet je, het is al laat. Was het toppunt van zieligheid? Een kind met 1 been een step geven. Nou, het is al later, dus dan mag het. Dan mag het. Dankjewel, Nick, voor je 5 euro donatie, jongen. Dankjewel voor je support. En geniet lekker van de rest van de stream. We gaan nog heel eventjes door. Ik heb hier geen feit, jongens. Ja. Oh, Guido is aan het joinen. Ja, ik heb en Raymond is ook aan het joinen. Nice. Als je in de crew zit en je bent online, jongens, let op. Er gaan nu invites gestuurd worden. Dus hou je mobieltje in de gaten. Hou je PlayStation in de gaten. Als die vol zit, zit die vol. En hij gaat waarschijnlijk snel vol, want er kunnen maar 16 man in. En dan doen we nog, ik denk nog 2 races. En dan stoppen we er weer mee voor vandaag. Koekje, die had ook nog een 3 euro donatie achtergelaten. En hij zegt erbij... Wacht even hoor. Oké, okay, ik heb hem al gelezen. Ik weet, oké. Okay. Koekje, die heeft nog een 3 euro donatie achtergelaten. En hij zegt... 2 wc-potten staan naast elkaar. Zegt de ene pot tegen de ander... Je hebt daar een vlekje. Zegt de andere pot... Hoe kun je dat nou zien? Je hebt je bril niet eens op. Nee, die was eerlijk, die was gewoon grappig. Waarom lachen jullie nou niet? Koekje, ik vond hem grappig. Guido en Raymond niet, ik vond hem grappig. Oh, dankjewel voor je support, man. Brian Leeuwar, die had nog een 2,49 euro supertext achtergelaten. En hij zegt erbij, ik heb een mop. En dat is letterlijk alles wat hij zegt. Hey, lekker bezig, Brian. Als je een mop hebt, moet je er wel even bij zeggen, want nu zie ik hem niet. Hey, dankjewel, Brian. Dankjewel voor je 2,49 euro supertanks. Dankjewel. Captain Spooky die heeft nog een 5 euro supertanks, of 5 euro donatie achtergelaten. Sowieso, high five voor jou. En hij zegt erbij, nog 1 raadsel. Waarom drinken muizen geen alcohol? Deze moet iedereen kennen. Nee? Laat me even denken, hoor. Nee, te lang. Ze zijn bang voor de kater. Was ook gewoon zo te veel. Ja, ik ken deze al. Ik kan er niet om lachen als ik hem al ken. Captain Spooky, dankjewel voor je 5 euro donatie, man. Hij is wel goed. Hij is zeker weten wel goed. Dankjewel, man. Yo, Liam, jongen. Yo. Liam, de TikTok boy. Ja. Ja, ik ben zo blij dat ik nog wel die beelden had. Als ik die beelden ook had verwijderd, jongen, was ik echt boos. Maar het ergste is, die race die we deden, dat Liam zijn scherm kapot sloeg... Die race was ook echt goed, jongen. Ja, ik had later alleen wel nog gezien dat je die blijkbaar keihard kon cheaten. Zeker waar ik echt lang vast. Ja, maar dat was die go in the hole, toch? Ja, bij die buis. Of ja, gewoon, dus ik heb gewoon een go in the hole race per ongeluk verwijderd. Oh, alles goed, die gaat lekker, Liam. Ik hoop ook met jou. Ben je klaar voor zaterdag, Liam? Ik heb al aangekondigd dat je gaat verliezen met Mario Party. Dus... Nee. Oh nee, context staat aan. Ja. En op het dunne randje. Je moet gewoon snel voorbij zijn. Ja. En gewoon door ze heen rijden, dat werkt ook goed. Zullen we aardig doen voor iedereen die in de lobby zit, dat we gewoon normaal even dit ding halen? Is dat een strak plantje? Oh, dat wordt onder mij... Mensen rijden onder mij door. Ja, iemand zit er nog vast. Dankjewel voor je mega boodschap. Hey, oh, tekst wordt checken, want ik kwam niet meer naar boven. Ik ben al boven. Wajo. Pam, pam, pam. Nee, nou wil je... Dat is een fout. Nou wil je... Ah, bro, respawn even. Ja. Probeer een beetje aardig te doen, jongens, als je in de sessie zit. Oh, ik heb hem ook. Dit is ook echt geen makkelijk parcoursje, volgens mij, man. Oi, oi, oi. Kijk, ik moet het nu halen. Ik heb niemand voor me. Oh, Liam stuurt in de chat, dat dacht je.
Liam, wij gaan samenwerken zaterdag, hè, in de stream. Oké, ik heb hem. Oké, nice. Oh nee, moet ik... Wacht, ik hoop niet dat ik terug moet. Oh. Het is per ongeluk, heb ik contact aangezet, maar... Beter moet ik hier gewoon rechtdoor. Oh, kut! Oh, shit! Doe je. Ik heb iemand letterlijk op het laatste moment eraf gebeukt omdat ik die kant op moest. Dat had ik expres, of dat had ik niet expres gedaan. Welk gonehole was het met de Sand King flashlight? Die video heb ik per ongeluk verwijderd. Nee. Met die trollmijn op het einde. Maar misschien, we kunnen hem nog wel een keer in de stream doen. En dan doen we hem alsnog. Ja, het is echt stom dat ik die video verwijder, man. Dat ga ik het hele jaar zeggen, hè? Dat weten jullie. Ja. Het jaar duurt gelukkig niet meer zo lang, dus... Moet je nou... Ah, nee, je moet toch... Je moet gewoon volle vaart, zeggen... volle vaart. Nou ja, ik ging net ervoor. Bij de laatste ging kracht, laatste jump. Maar er kwam ook iemand tegemoet, dus als ik hem had gehaald, had ik hem waarschijnlijk alsnog niet gehaald. Zo, je moet verspringen in die buizen, oi oi oi. Als je je best doet wel, ik doe altijd mijn best. Heb je me ooit niet mijn best zien doen, Liam? Jongen, nee. Ik moet veel hoger, ik moet veel hoger. Thanks nog voor de donatie, jongens. Ik zal ze na deze race even oplezen, want ik heb nog geen enkele DNF gehaald en dan ben ik ook niet van plan. Hoe is het mogelijk, gek? Ik ook niet. Ja, deze race heb je nog geen DNF gehaald, inderdaad. Nee. Zullen we ook houden zo, eigenlijk? Oh nee, kut. Ik ga veel te ver naar de zijkant. Oh, dit is echt moeilijk. Dankjewel, Infinity. Dankjewel, Thibaut. Dankjewel, de Ace. En dankjewel, Lanootje. Ik zal zo meteen jullie donatie even oplezen. Laat me heel veel dit moeilijke stuk halen, want dit is echt... Oké, de eerste heb ik super clean, maar niet heus. Ben ik hoog genoeg gegaan? Ben ik hoog genoeg gegaan? Nou, die buizen zitten echt ver uit elkaar, jongen! Woe! Oh, ja, ik ben ook bij die buizen. Ik rij achter. Ja, die zitten echt, die zitten ver uit elkaar, hoor. Oh, yo, kijk uit, Guido. Ja, ik heb hem. Eerste. Meteen door. First try. Wat is hier moeilijk aan? Hoezo heb jij deze first try? Ik zit hier al... ik zit hier al heel de tijd vast! Nou... Ja, die voor je. Ja, jij hebt hem ook custom. Hou je mond, je hebt een custom. Ja, dat telt niet. Ja, oké. Ja, jij hebt deze verkocht. Ja, ik moest hem verkopen. Ik geld me dat voor een andere auto. Dus dat is stom. Komt deze kant 2 uit? Volgens mij niet. Volgens mij is die gecanceld. Maar als die uitkomt, gaan we sowieso let's playen. Maar als die uitkomt, duurt het nog wel een paar jaar. Lessen van 3, die zal ook uitkomen. Dat duurt ook nog wel iets van 6, 7 jaar. Dus rustig aan. Lanootje heeft nog een 3 euro donatie achtergelaten. En zegt, waarom heeft de kale man al het liefstes verdriet? Hij mist haar. Hij mist haar, ja, inderdaad. Ja. Goeie, Raymond, goeie. Ja, hey, dankjewel, Lanootje, voor je donatie. Ik sta bovenop die witte buis, trouwens. Nee, je knalt tegen iemand aan in de lucht! Van buis naar buis! Yo. Nee, dit haal ik niet, hè. Lanootje, nee. dankjewel voor je 300 donatie en dankjewel voor je grapje. Ik vond hem wel grappig. Ja, kut. Ik had moeten wachten. Oh. Welk gedeelte? Vraagt iets aan Liam. Oh, ik zal hem zo even checken. De Ace, die had nog een 1 euro donatie achtergelaten en zegt erbij... Hey, ik ben nu klaar met werken en nu live kijken in de auto. Oh, let... Oh, mijn auto gaat niet snel genoeg. Let wel op het verkeer, hè. Dat is uiterst belangrijk. Dankjewel, de Ace of de 4C. Dankjewel. Ja, ik weet niet. Waarschijnlijk is het de Ace, want de 4 zat voor een A natuurlijk. Dankjewel voor je support, man. Appreciate it, brother. Ik heb het eindelijk. Ja, man, ik haal die buzen niet. Ik had de buzen niet. Thibaut Anno, die had nog een 12 euro supertext achtergelaten. Dus dankjewel voor je support. En je krijgt van mij... Ja, ik ga er weer naast. Je krijgt van mij 2 i5's en hij zegt erbij... Jojan, hopelijk gaat alles goed met jou en de crew. Met mij gaat hij zeker weten goed. Kan je... Wat? Kan je geen tussenstukje bestellen voor je HDMI komen, zodat je wel je oude scherm kan gebruiken? Dat kan zeker weten, maar ik ben lui, man. Jan? Oh. Ja, ik moet in jouw slipstream zitten. Rijd door, dan ga ik in je slipstream... Oh, nee. Fuck. Laat me in je slipstream, want anders haal ik hem niet. Hey, ja, kom even terug. Nou, wacht even. Hey, niet gaan beuken. Oké. Ik rij hier eerst een rondje over de kop, dan maken we snelheid. Oh, wacht, dat doe ik ook. Ja.
En dan gaan we? Oké, let's go. Gaat niet worden. Oh, dat werkt niet! Dat werkt niet! Wat doe je nou? Nou, shit, man. Ik had helemaal je slipstream kunnen pakken, maar dat rondje, dat had je gewoon niet moeten doen. Nee. Nou ja, weer iets geleerd, hè. Oké, ik heb de eerste. En dan moet je niet in één keer door, want die auto die schakelt terug naar hem. Dat is echt heel vervelend. Oké, wacht, laat me je slipstream pakken. Jij hebt custom, ja? Jij hebt dan het voordeel. Ja. Oké, als... gas op die lolly. Ga jij en ik me dat niet afbeukt, dan... Oké, okay, let's go, ik ga achter je aan. Ik ben veel te laat, nice. Er komt nog een andere... Nee, nou, dat oh, was, ik, had, ik had hem gehaald. Maar ik dat net... was Giro zijn slipstream pakken. Zover. Nu moet het zelf doen. Nou ja, ik okay, kom er wel kans, aan. Is mijn kans, is mijn kans. Ja, ja. Jabba, jabba, doe! Let's go. Oké, okay, ik heb hem. Eindelijk, het duurde eventjes, maar deze hebben we. Dat is pas het begin van de race, dat scheelt. Ik heb hem ook. Ik weet ook echt niet waar ik nu naartoe moet. Ik verwacht dat ik naar rechts moet, maar ik zou het echt oprecht niet weten. Wacht, moet ik hier wel naartoe? Maar hoe denk het haast nee, wel, ik ja. moet... Huh? Jawel, waar is jawel, de checkpoint? Oké, okay, wacht. Als deze man... Oh, ik wacht wel even. Ik ben aardig, kom maar. Ja, oké, dat hou ik niet. Komt u maar. Ja, zit ook nou weet je, ik rijd er wel naast. Ik ben aardig, ik rijd er wel naast. Dankjewel, Thibaut, voor je donatie, man. Dankjewel voor je support, jongen. Dankjewel, dankjewel. Dat was niet de bedoeling, Keien. Sorry. Maar als zij daar vandaan komen, dan moet je toch gewoon naar rechts? Ja, het lijkt me dat ik naar rechts moet. Ik rijd gewoon naar rechts. Ja, ik ga nu ook naar rechts. Ja, maar net kwamen zij hier vandaan, dus daarom wist ik even niet wat ik moest doen. Oh, volgens mij zijn dat... Oh, niet te hard gaan, niet te hard gaan. Niet te hard gaan? Oké, okay, niet te hard gaan Keien. Hij hoort het waarschijnlijk pas te laat, omdat hij natuurlijk vertraging heeft in de stream. Oh ja, ik zie het. Niet te hard gaan. Oh, yo, ik ging alsnog te hard. Bro, je moet echt heel zacht gaan zelfs. Ja. Wow, yo. Infinity had ook nog een €11,99 supertanks achtergelaten. Dus bim, bim. 2 high-fives voor jou, jongen. En hij zegt er helemaal niks bij. Maar dankjewel, Infinity, voor jouw donatie, jongen. Dankjewel, man. Dankjewel. I appreciate it, my friend. Rustig aan de toekie. En dat lampje zit ook nog in de weg. Oh, man, dat ik hem nog heb. Ja, maar je kan wel via de zijkanten langs. Maar je moet echt heel langzaam gaan, ja. En jij zei langzaam, dus ik ging al langzaam. Maar nog steeds nog te snel, ja. Oké, nu ga ik echt langzaam. Rem, rem, rem. Nice. Zit ik nou vlak achter jou, of niet? Denk wel, ja. Ja, we hebben de checkpoint. Oké, okay, nice. Oh, zo, ja. Lukt het? Ja, hé, hey, jongen! Ja, oh, ik ga heel veel wachten. Wacht, laat hem er even langs. Ik ben aardig. Ik laat hem er even langs. God damn it! Tijgerkat, die had ook nog een 2 euro donatie achtergelaten. Zegt, Jaraski, gaan jullie ook een keer roleplay spelen? Ik ben niet echt een fan van roleplay. Misschien ooit op een dag, maar ga er niet van uit. Ik ben er niet echt fan van. Raymond die heeft het wel gedaan, dat weet ik. Mm-hmm. Klopt. Maar ik vind racen gewoon leuk. En in GTA 6 gaan we sowieso weer free mode doen. Misschien dat er gewoon roleplay ook standaard in de game komt. En dan ga ik het wel spelen. Maar roleplay... Nee, nee, nee. Oh. Oh, nee. Hij gaat voor ons aan de kant. Oh, thanks. Thanks! Dat is wat chill. Alex is een goeie. Ja, dat is aardig van hem. Jantje, yo, Jeffy! Oh, ik zit naar mijn chat te kijken. Ik moet opeens een valrijd doen. Oké, die zag ik even niet aankomen. Ik zat heel veel naar mijn chat te kijken. Maar je moet er ook op tijd uitspringen. Oh. Ja, lekker bezig, Jan. Ja, ik zit naar mijn chat te kijken. Ja. Tijgerkant, dankjewel nog voor je donatie. Nee, ik zweer, je kan het zelfs aan mijn kop zien. Ik jump over die pijl heen die je daarna moet tegenhouden. Oh, remglitch! Oh, dat werkt natuurlijk niet in de lucht. Ja, remglitch werkt alleen als je op de kop hangt. Ja. Ik heb dat dus in een video die nog online moet komen, heb ik de remglitch op de kop gedaan om daarna de checkpoint te pakken. Spring ik de verkeerde kant op. Oh, je ik moet daar nog een valrijd doen. Weet je nog die ene go in the hole die we ook hebben gedaan met niet. Mike toen? Met die basket? Met die basket waar je in moest Ja. Daar moet nog een TikTok van komen. Die deed ik ook met remglitch op de kop. Oh, ja, ik had een hele tactiek daarvoor, jongen. Die was super... Oh, oi. Ja, hier, ik knal. Oh, ik knal eroverheen. Oh, maar dat is niet echt, dan kan je doorrijden. Ja, pas, precies. Dan doe ik de walrijd. Aan de kant. Oh, je moet dan. Oh, ja. Rem. Oh, je moet er nog een doen en dan. Oh, dan moet je. Oh, nee. Omhoog. Maar dit is nog best wel moeilijk hoor.
ik wou zeggen dat omhoog, dat hebben we toen ook gezien in die moeilijke race. Dat is niet te doen in deze auto. Bijna. Ja, deze auto slipt heel snel weg, maar waar... Oh, hier begint de wallride. Daarna weer vlak, dunne wallride. Oké, okay, vlak, wat? Dun... Wat? Wat? Oh, nee, dat klopt wel, dat klopt wel. Oh, wat? Ja, dat is goed, dat is goed. Oh, ik werd bang, jongen, ik zie die rems, ja, ik word bang! Ik dacht ook van, moet je nou achteruit gaan doen of zo, of wat? Oh ja, dit moet je wel achteruit doen. Ja. Ah, de boel komt later dan ik dacht, man. nieuwe Let's Play komt er binnenkort aan, jongens. Waarschijnlijk eerst de DLC voor Resident Evil 4. En, godverdomme. misschien Assassin's Creed, City Skylines, Spider-Man, komen weer heel veel Let's Plays aan. Nu staan we kiet, hè, Guido? Ja, ja. Oké. Wacht even, wacht. Jij fucking lul, nee, jongen. Echt waar. Nee, jij bent echt een lul, man. Jij zegt, Bart, op het moment dat ik al naast jou sta. Nee, helemaal. Je ziet toch dat ik faal? Nee, dat zag ik niet. Wacht, zeg maar, jongen. Nee, dat ging echt per ongeluk. Nee, nu ben ik nog niet klaar met je. Hoe is het mogelijk, gek? Nou, Guido beukt me ernaast. Wat lees ik hier. Ja, nou word ik bang. Oh! Oh mijn god, ik ben beast. Wow, yo, dat was echt super veel geluk. Maar ik ben beast, nee! Oh, moet je hier? Oh, je moet naar rechts, hè? Ja. Zo, dit is tricky, man. Zie je ook die wave-wallride daarnaast ons? Dit is nog niet echt een makkelijk parcours, hoor. Ik had nog niet naast ons gekeken, maar... Oh, ja. Nou, er zit in ieder geval een wallride. Oké, die pijlen heb ik. Let's go. Hoeveel checkpoints moeten we nog? Oh, we zijn op de helft. Nice. Oh, nou pas op de helft? Ja, net eroverheen. Yo. Ik had ook niet... Ik dacht, we doen even snel een race, maar ik moet je zeggen, het is wel een leuk parcours. Dat wel. Okay, waar moeten we naartoe? Welk checkpoint zijn jullie dan? 16. Oh, ik ben nog maar bij 6. Dan zal ik even... Bro, je staat nu op 3,5. Nee, je staat veel meer achter dan 3,5 minuten. Hij kan het gewoon niet bijhouden. Nee. Ja, oh, dat stopbord. Oh, ik heb dat stopbord nog niet gezien. Haal ik het? Jawel. Jawel, maar. Oh, ik kom naast de platform. Nee, niet. Ik moest het even wachten. Oh, ja, God. Sowieso. Puur. Oh. Deze jump. Oh! Ik ben er net na! Ik ben er net langs! Nee! Ja, ik ga ervoor aan de kant! Hoppa! Let's go! Oké, awesome. Ja, ik heb hem gehaald. Oh, nice. Zo, wow. Dit is een heel dun randje. Kijk uit, man. Hololo. Hey, Jaden, welterusten, man. Dankjewel voor het kijken, jongen. Oh, are get wrecked. Is Baris er weer? Mm-hmm. Oh, wat doe jij nou? Je krijgt een tikje van... Nee, ik krijg gewoon vonden. Door, hoor. Dit is echt... Dit randje is echt heel smal. Oh, en er komen... Oh, er zijn 3 van die smalle randjes ook. Oh, dat meen je niet. Oh, ik heb hem. Oké, let's go. Je hebt checkpoint 6, let's go. Lekker bezig. Waar zat je vast dan? Welk stuk? Ja, bij die 3 buizen. Zo, oh, ja. Oh, ik weet het niet waar. Ik weet dat is niet waar jij ook zo lang vast zat, bij die buizen. Dat is al zo lang geleden, ben ik alweer vergeten, joh. Nou, nee, ik was het oprecht alweer vergeten. Ja, ik had gelezen dat Sony gehackt was, maar als het artikel moet kloppen, dan ging het maar over ongeveer 8000 accounts. Dus ja, dan moet je hopen dat jij er niet tussen zat. Maar... En sowieso, als je een account ergens op hebt, zet altijd 2-staps verificatie aan. Als je dan gehackt wordt, kunnen ze alleen in je account komen als ze ook je telefoonnummer hebben. En je telefoon hebben. Dus altijd 2-staps verificatie aanzetten. Er is alsnog een mogelijkheid dat je gehackt wordt, maar... Land ik kans op is vele, vele malen kleiner. Ja, ik sta 4e. Ik haalde die jump hier net niet. Ah, ik zou ook even doorrijden als ik jou was. Het zou fijn zijn als ik die jump haal en ik haal hem gewoon niet. Er zit hier ook een jump tussen. Oh, ik haalde hem. Oh, joh, die was clean. Ik haalde hem echt maar net. Dankjewel Infinity voor je donatie. Hij komt zo meteen in beeld, man. Ik moet hem altijd heel even geven, het programma. Oké, ja, die mop die... En dan komt hij. Heeft hij een mop achtergelaten? Ja. Oh, oké, dan wacht ik even tot hij in beeld is gekomen. En dan zal ik hem even oplezen. Nick. Je moet daar zelf je auto draaien. Nice. Nick die had ook nog 5 euro gedoneerd. Sowieso high five voor jou. Hij zegt,
Waarom heeft Janna nog steeds niet 1 miljoen subs gehaald? Omdat ik niet samenwerk met andere grote YouTubers. Waarschijnlijk. En omdat ik lekker mijn ding doe. Ik vind het allemaal mooi, joh. Als mensen willen kijken, kijken ze. En als mensen niet willen kijken, kijken ze niet. Zo makkelijk is het, toch? Als ze maar lol hebben, dan gaat het om. Als iemand het echt verdient, na al die tijd, is Jan wel met zulke leuke content. Love Niao, ga ze door. Groetje trouwe fan genaamd Nick. Hey Nick, dankjewel voor je support, man. Ik ga lekker rustig door, joh. Het maakt me helemaal niet uit hoeveel abonnees we hebben. Het maakt me ook helemaal niet uit hoeveel mensen er kijken. Als we maar een beetje lol met elkaar hebben. Dat is waar het om gaat. En dat hebben we zeker weten, want we hebben vandaag echt veel gelachen namelijk. Wee! Maar dankjewel, Nick. Dankjewel voor al je support, man. Ja? We gaan gewoon weer over die buis vellen, toch? Of niet? Ja, gewoon volle vaart. Oh, je moet die jump halen. Ik denk, ze springen we naar dat platform. Bam, bam, bam. Nice. Daar is die in beeld gekomen, Infinity. Dankjewel voor je 11,99 euro supertanks. Biem, biem. 2,5 voor jou, jongen. Ik ga sowieso veel snel. Dus... Oh, de remklis werkt dan niet meer. Ik ben er overheen. Hij zegt, vergeet een bericht te plaatsen bij de vorige donatie. Hey, in dat geval, dankjewel voor je 2 donaties. Je kan, ook altijd, kan het ook altijd achterlaten in de chat, man. Je hoeft echt niet speciaal te doneren voor dingen. Maar het is altijd op prijs gesteld, natuurlijk. Geef me 1 momentje voordat ik hem oplees, want dit is even tricky. Ja. Ja. Ik ga even een checkpoint pakken. Ik sta nu wel derde. Ik heb iemand ingegaan. Oh, ik moet die volle vaart. Huh? Ja, die halen we niet. Oké, je moet dat sneller gaan dan ik dacht. 2 mopjes sterke compensatie. Oké. Waarom is een aardappel verdrietig? Zijn familie zit in de puree. Ja, daarom is het wel mooi. Waarom wordt Mike aangehouden? Roekeloos rijgedrag. Waarom wordt Mike aangehouden? In plaats van een duif, ja. Mike. Nice, nice. Goeie Infinity. Oh, remglitch. Sta je stil. Hey, dankjewel voor je support, man. Ja, zijn familie zit in die puree. Ik kende hem al, anders was ik stuk gegaan. Ik heb vandaag wel veel grappen gehoord die ik nog niet kende. Maar ik ken er al zoveel na al die jaren streamen. Dat is echt belachelijk. Maar vandaag staat er echt wel een paar goeie tussen. Eerlijk is eerlijk. Ik weet niet wat Musty doet. Musty, wat doe je? Oeh, let's go, we gaan hem samen. Ik laat je op de baan. Ik ben je er niet naast. Alles onder controle. Oh, ik Roeku, Roeku. Ja, Mike's Roeku, Roeku race is af. Alleen we wachten even totdat Ryan ook weer internet heeft. Dat Ryan ook mee kan doen. Dus ja. Ja, het is een face-to-face race, toch? Ja, volgens mij is het face-to-face, ja. Dus we moeten sowieso wat meer mensen hebben. Bing. Zo. Mag ik slapen, Jan? Je hebt van mij... Dat ging niet helemaal volgens de planning. Van mij mag je slapen, jongens. Helemaal geen probleem. Dit is sowieso de laatste race die we vandaag spelen. En ik kan je zeggen... Wacht even. Die doen we even opnieuw. Die knippen we eruit. Niemand die het weet. Ik kan je zeggen... Nee, grap. We kunnen niet knippen in de stream. Dat ik zo goed als bij de finish ben. Maar dit is... Nee, bro, dit is... vervelend stuk. Ja. Was ik maar bij de finish. Het is gewoon echt een kutstuk. Wat mag je daarvan? Kwalitatief uitermate teleurstellend. Nou, dat net niet. Want het is... Oh, Musty faalde volgens mij letterlijk het laatste stuk hier. Ik zag hem vallen, maar ik zag het niet goed. Maar ik mijn eigen auto zat te letten. Woe! Zijn er überhaupt al mensen gefinished? Oh ja, al 2. Lekker bezig, jongens. Lekker bezig. Jesse en Temp, die ken, ik ken Temp niet. Ik ken heel veel namen van mensen die echt wel goed doorracen in de stream. Maar Temp, die heb ik echt oprecht... Misschien wel, maar ik ken de naam niet. Maar hij wordt wel vaak eerste. Dus goed bezig, Temp. Wie ben je, ook in de chat, Temp, of niet? En dan heb ik het over Temp-416209. Hoppa! Let's go! Nee, op tijd. Nee. Lekker man. Het was wel een leuke race. Was een mooie afsluiter. Beetje lang, maar een leuke afsluiter. Hoe lang heeft die Ryan geen internet? Het ding is, Ryan is dus verhuisd. Hij woont in een ander huis. Alleen in dat huis is nog geen internet. Dus hij moet wachten tot ze het internet aanleggen. En dan kan je zeggen, ik ben natuurlijk ook 3 of 4 jaar geleden verhuisd. Ik heb een half jaar moeten wachten tot ik internet had in dit huis. Dat kan echt heel lang duren. En dan beukt hij.
Dus ja, volgens mij begin oktober ergens krijgt hij internet. Dan komt Rijn ook weer terug. Komen zombies ook weer terug. Kunnen weer van alles en nog wat doen. Hoe gaat het nou met jou, man? Je bent gesport en al afgevallen, ben je zeker. Ik begon om mee te zien. Love naar jou, ga ze door. Succes met de troll. Hé, dankjewel, Jeffy. We gaan op en neer. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Guards Place. Hij komt nog niet in beeld, maar ik zie hem in de chat staan. Die heeft nog een 2 euro supertext achtergelaten. Dus dankjewel voor je support, Guards Place. En hij zegt, prank! Ik ga wel slapen. Hey, Guards Place, wel trusten, jongen. Wel trusten. Dankjewel voor je support, man. Twee Oen lopen over straat. Zegt de een het Oen tegen de ander. Mag ik in het midden lopen? Nice. Ja, we hebben vandaag echt wel goede grappen gehad, man. Eerlijk. Gewoon kabeltje trekken. Ik denk niet dat een internetkabeltje trekken door de straat waar je in woont. Onder het wegdek een heel handig idee is. Denk ik zomaar. Dat is namelijk glasvezel. Die moet helemaal doorgeblazen worden. Bij mij ging mijn glasvezel, ik denk... kwam van een kilometer afstand of zo naar mijn huis toe. Zoiets. En dan blazen ze zeg maar door de leidingen heen. Het is een apart proces. Ben je gefinished, Guido? Mijn concentratie is echt op. Yo, ja, ik ben aan spectate, maar ik hang letterlijk vast in de lucht. Dus ik zie het ook niet meer. Ik ben er wel bijna. Ik zou bijna niet geloven, maar... Hoe lang duurt het om een let's play op te nemen? Lang. Als een video een half uur duurt, ben je 3 kwartier aan het opnemen, editen, renderen. Maar let's plays zijn leuk, joh. Ik vind het echt serieus leuk. En soms staat mijn tweede kanaal eventjes op pauze, zoals nu. En als er dan weer leuke games aankomen, zoals nu, dan gaan we gewoon weer uploaden. Dus zo gaat het al jarenlang op het andere kanaal. En de campaign van Call of Duty komt natuurlijk gewoon op dit kanaal. Oké, let's go. Lekker bezig, Raymond. Je moet keren, hè. Nice. Goed. Hey, Garst, dankjewel voor je donatie, jongen. Ja, ik ga wel een beetje de stream afsluiten, jongens. Ik zie dat jullie nog aan het racen zijn, maar ik kan hem afsluiten. Nice. Ik ga door de finish. Nice. Ah, lekker bezig. Dan kunnen we nog even Raymond zien falen. Dan kan ik gewoon rustig de stream afsluiten. Wat zijn de 3 dingen die je nog gaten moet houden tijdens bowlen? Vingers. Je vingers. Ja. Ja, die is ook serieus goed. Goeie. Goeie, die kende ik ook nog niet. Dat is ook een goeie. Maar ik ga wel weer de stream afsluiten, chat. Dus ja, sowieso natuurlijk bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt allemaal voor het meedoen. Bedankt allemaal voor de support. Bedankt voor het doneren. Bedankt voor het chatten. Bedankt voor het abonneren. Bedankt voor de nieuwe mensen die erbij zijn. Oude mensen die erbij zijn. We hebben lekker 2 uur en 42 minuten gelivestreamd. We hebben heel veel race gedaan. De ene moeilijker dan de andere. De ene langer dan de andere. De ene eerste. De andere geen DNF. Ik heb geen enkele DNF gehaald. Guido, heb jij een DNF gehaald? Nee. Jawel, hè? Nee. Jawel, ik hoor het aan je stem, bro. Oké, ik ben de enige van ons drieën en met Timo erbij die geen DNF heb gehaald. Ik ben al heel lang gestopt met GTA spelen, maar ben sinds kort weer begonnen, dus ik ga even meeracen. Hey, lekker bezig, Temp. Je bent serieus, Temp zit ook in de chat. Je bent serieus een goede racer, man. Je bent nu weer eerst, je was andere race eerst, je lag de hele tijd aan de kop. Dus duimpje omhoog voor jou, bro. Lekker bezig, Temp. Ja, even voor de mensen die het nog niet al gehoord. Aankomende zaterdag, om 2 uur 's middags, dus zet het serieus in je agenda, zet een wekker. Als je nu gewoon een wekker voor zaterdag aanzet, dan is het ideaal. Want zaterdagmiddag om 2 uur zijn we live met een stream voor het goede doel. Mijn vriendin speelt mee, Jordi die ik al 15 jaar ken speelt mee, Liam die in de race sessies meedoet speelt mee. Zitten we met z'n allen hier op mijn kamers en gaan we Mario Party spelen voor het goede doel. Dus al het geld dat wordt opgehaald, dat gaat ook allemaal naar het goede doel. Dus ja, daar heb ik sowieso heel veel zin in. Dus wees er zaterdag 2 uur bij. Er komt nog een aankondiging van online. Die ga ik morgen even opnemen. Het is gewoon een kort videootje. Dat ik even iedereen erover update hoe en wat. Gang van zaken. En ja, voor de rest zijn we sowieso weer een keer live met Call of Duty. Sowieso weer een keer live met GTA. Morgen weer een nieuwe video. Het is of een race sessie of een Crew Motorfest video. Dan probeer ik deze week nog even Farming Simulator te uploaden. Ik weet nog niet welke dag. En misschien nog een Call of Duty video tussen. Ik heb geen idee. We gaan het vanzelf wel meemaken. We gaan het vanzelf zien. Zaterdag niks gepland, dus let's go. Hey, ik zie je zaterdag weer, René. En dan, als je een klein beetje dan kan moderaten voor de moderators in de chat, zou ik het zeer op prijs stellen. Maar dat komt denk ik wel goed. Tot toe, dat ga je live tot nu. Ik ga hem letterlijk afsluiten, want Raymond ligt toch op het dak. Dus, ja, ik vind het best geweest. Kom van het dak af. Tenenene. Oh, ik dacht dat Raymond doet mee, maar... Nee. Helaas. Ja, ik probeerde het. Is toch wel een van Raymond's netjes? Ja, daarom. Dat is echt een piratenhit, ja. Maar hij kwam niet. Dat is geen piratenhit. Oh, nou oké. Sorry hoor. Spijt me. Ja, jongens. Ik ga er wel mee stoppen.
Dus wil je nog wat zeggen, Raymond? Wees er zaterdag bij. Oh, kijk, lekker. Kijk, je snapt hem, ouwe. Let's go. Ja, goeie, goeie. Wil jij nog wat zeggen, Guido? Nou, iedereen een hele fijne avond en tot zaterdag. Kijk, kijk. Mooi, man. Jullie zijn er goed in, jongens. Jullie moeten vaker meedoen. Nee, sowieso met Tees moet meedoen. Ik zet mijn computer ook uit, dus... ja, Guido, jou spreek ik morgen. Doe je mee? Ja, morgen kan ik meedoen. Oh, nice. Zeker. Nou, spreek jou morgen en Raymond spreek ik wel weer snel. Dat komt wel goed. Ik zeker. Ja, is goed, mannen. Thanks voor het meedoen. Geniet nog van jullie avond. Succes morgen. En ja, ik spreek jullie. Graag gedaan. Laters. Laters. Yo. Hoppatee. Zo, ik heb even afgesloten met hun. Ik ga er ook mee stoppen voor vandaag, jongens. Zaterdag, 2:00 zijn we weer live. Morgen weer een nieuwe video. Overmorgen weer een nieuwe video. Er komt nog een aankondiging aan van de stream. Ook een aankondiging van Gameforce. Komt van alles en nog wat aan. Maar voor nu zit deze stream er wel op. Dus ik ga hem ook weer afsluiten. Dankjewel, Winston, bedankt voor het kijken. Jeff, bedankt voor het kijken. Dax, bedankt voor het kijken. Infinity, bedankt voor het kijken en doneren. Frederik, bedankt voor het kijken. Mormings, bedankt voor het kijken. Jess, bedankt voor het kijken en het meedoen. Lucas, bedankt voor het kijken. Jeff, bedankt voor het kijken. Baris, you are get wrecked, bedankt voor het kijken. Dax, bedankt voor het kijken. Raymond, bedankt voor het kijken. En bedankt voor het meedoen. En bedankt voor het moderaten. Jerne, dankjewel voor het kijken. Motion, bedankt voor het kijken en bedankt voor het moderaten. Yes, bedankt voor het kijken. Temp, goed gereest. Ook bedankt voor het kijken natuurlijk. Tipik Bazoen, ook bedankt voor het kijken. Ik moet zaterdag werken. Misschien kan je stiekem in je werk wel even intunen, toch? Wie weet, wie weet. Dave, bedankt voor het kijken. Raski, grote fan, bedankt voor het kijken. Hendrik, bedankt voor het kijken, jongen. Nick Meneertje, bedankt voor het kijken. Caliboy, bedankt voor het kijken. Milan, bedankt voor het kijken. Lucas, DC Delano, Dakkes, Jerne. Verse melk. Verse melk 69. Bedankt voor het kijken. Kilian, Dani, Killer Queen, Vliegtuig Nitro. Hey, nice. Je bent er ook weer bij, jongen. Dutchie Games, bedankt ook voor het kijken en meedoen. RB19, Golden DX, Speedy, Musty. Goed gereisd, jongen. Moerkamp, Lucas, Jaden. En nog heel veel anderen. Als ik je heb gemist, spijt me zeer. Ik heb mijn best gedaan. Psycho Bird, bedankt voor het kijken. En daarbij zit wel weer de stream erop. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik hoop jullie ook weer te zien bij de volgende stream, volgende video, volgende TikTok, volgende post. Waar dan ook. Misschien wel in de supermarkt. Je weet het niet. En hopelijk ook weer, zoals altijd, tot de volgende keer. Bye bye, mensen.